Welkom bij aflevering 44 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en net als vorige week weer met Warent luidjes. Ja en de God. 54 weken ervoor ook natuurlijk. Ja, natuurlijk af en toe een keer vakantietje, maar gewoon, we zijn er gewoon weer bij. Hoor. We zijn er weer, weer bij. De disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en uh, moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satosyradio.nl. Je kan ons ook steunen op Patreon uh, en uh, via Ethereum, Bitcoin, alles staat op de website. En ik zag dat jij ook bezig was met uh, de BAT, de Brave Browser. Ja, ja. ja, ik denk toch maar eens even kijken, want uh, het is gebouwd op Chromium. Het is eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat Google uh, op gebruikt. Ja. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Alleen wat hierachter zit is natuurlijk de BAT-token, BAT. -token, de blockchain erachter, waar je dus ook heel makkelijk kunt tippen en et cetera, et cetera. Ja, het is een webbrowser, het is hè? zoals een Internet fijne... Explorer, Firefox, Chrome. Ja, ik moet zeggen, er zit een soort adblocker ingebouwd. Dat werkt allemaal top en uh, ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Ik bedoel, uh, ja, waarom niet? Maar dat is ook iets wat wij op de website kunnen gebruiken? Ja, je kunt je dan bijvoorbeeld een soort verified maken en dan kun je mensen er ook weer via tippen. Het is best wel grappig als een klein element, maar ik dacht vooral ingebouwd adblocker... En ook iets minder gebruik te maken van Google platform, omdat het Google-platform. toch kan, kan ik daarvan losweken, ja of nee? Ik ga toch eens proberen. <laughs> en dan met Duck, Duck, Go gebruik ik zelfs nee ja, Dat is ja, een ja, zoekmachine die erbij hoort, toch? En, dat is gewoon een, volgens mij is het zelfs het Nederlands. Het is gewoon een anonieme zoekengine. Ja, precies. Maar het is een zoekmachine. Ja, het is wel even wennen. Want ja, je bent gewend aan die gepersonaliseerde resultaten. En je merkt het echt wel direct. Van, hé, hey, dit zijn toch results die ik normaal niet kreeg. Ja, want zij maken in tegenstelling tot Google... helemaal geen gebruik van algoritmes om... Uh, resultaten aan jou te laten. zien. gepersonaliseerde resultaten. Tweede, tweede. En ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. En tot nu toe, uh, nou, ik heb af en toe vastlopen, maar dat kan ook al aan deze laptop liggen. Maar uh, ja, ik ben wel zo enthousiast eigenlijk. Ja, ik ga het ook eens, uh, ook eens proberen. Moeten we wel opletten dat we straks niet 300 verschillende. Nee, nou, dat gaat er helemaal me niet om. Ik dacht, ik wil kijken, want we hebben het een ook over privacy gehad, heel nadrukkelijk. En al even heel veel aan Google en et cetera. Ik ga toch eens kijken of ik erop kan loskweken. Tot nu toe lukt het. Maar goed, uh, Gmail staat hier al uh, gewoon weer netjes ja. geïnstalleerd op. <laughs> komt, komt er niet Nee, aan. dat stukje wordt heel <laughs> erg moeilijk. Ja, en, en, en over privacy gesproken. We hadden het bij het nieuws staan, maar ik ga hem gewoon nu even er meteen doorheen gooien. We hadden natuurlijk een paar weken terug uh, Johan, Johan de Groot, mm -hmm. van Factor in de studio. Die maken een, uh, ja, een, een CMP, is dat Consent um, uh, Management Platform. Mm -hmm. Waar je dus als je klikt op accepteer alle cookies op een website, dan ja, zijn systeem of hun systeem slaat het dan netjes op voor de, ja, de aanbieder van dat platform. En um, ik sprak hem een tijdje terug al uh, bij de Grin Meetup. Hij is natuurlijk op al die Meetups, zien we hem altijd. Uh, hartstikke, hartstikke gezellig. Mm. En. Um, Vandaag kwam dus naar buiten, hij stuurde me een linkje dat, uh, dat ze dat platform verkocht hebben aan een uh, partij uit Amerika, uit Silicon ja. Valley, aan uh, Live Ramp, zoals dat dan heet. Ik heb voor de rest, ja, er was een, een persbericht bij, dat, dat kunnen we nog in de groep even linken. Of Johan, ik kan het zelf even, even doen. Maar uh, ik denk dat het op zijn plaats is om te feliciteren. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ja, ik ben toch. Ik ben ook benieuwd of dan uh, met het nieuwe kapitaal ook die blockchain-ambities nog uh, naar voren kunnen komen. Ja, want dat had hij natuurlijk in ja, het idee. Klopt dat? is wel top om. Uh... Ja, hij zei zelf: het is ja, uiteindelijk top geweest om daar toch op tijd te zien dat dat nog niet volwassen genoeg ja, was. Ja. En, uh, en, en daar die pivot te maken. Zeker. Ja, en binnen twee jaar uh, ja, is dit toch wel, wel, wel knap gedaan. Dus uh, nou, dat wilde ik wel even benoemen. Zeker. Dus uh, Johan, uh, van harte gefeliciteerd. Uh, drink er een op ons, zou ik zeggen. Um, ja, maar we staan hier natuurlijk met z'n drieën. Uh, we hebben ook vandaag weer een, uh, weer een gast. En die is werkzaam als uh, consultant bij TNO. Uh, vanuit die positie is hij coalitie manager uh, van de Dutch Blockchain Coalition. En dat is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ja, het doel van de coalitie is het creëren van een veilige uh, en betrouwbare blockchain-infrastructuur in Nederland, die ook nog eens aansluit met de wensen van de gebruiker van de toekomst. Zo, even even je ja, 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 ja. Je dat allemaal? Ik heb hem, ik heb hem. Um, ja, ik heb het over niemand meer dan Frans van Etten. Frans, leuk dat je er bent. Oh ja, dankjewel. Dat, dat zijn nogal wat oh ja, uh... ik schrik er zelf van. Al, ja. Ga je dat nou uitleggen? De komende, de, de komende. De, ziet het zie er anders uit? De komende, we gaan zweten worden, hoor ik al. Nou ja, we gaan daar, uh, we gaan daar wat dieper op in. Je krijgt alle kans om dat oh, helemaal, dat uh, helemaal uit, sprit, uit te leggen. Okay. Dus dat gaat uh, helemaal goed komen. Maar we beginnen altijd met de stellingen. Ja. Dus uh, mm. Wijnand, gooi de eerste er maar uh, Ja, ik ben erg benieuwd. Satoshi of Vitalik? Vitalik. Uh, permissioned of public blockchain? <laughs> ja, ik moet zeggen public, maar je ziet gewoon meer gebeuren met permissioned. Sorry. Nee, voor de echte de diehards. Ja, we gaan de, 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 de Euromast of de Markthal? Nee, nah, Euromast. <laughs> Rotterdam. ben Rotterdammer, Ja, de Markthal is ook Rotterdam, ja, voor de, ja, de Rotterdammer. Ja, precies. Uh, overheid of het bedrijfsleven? Huh. Dat is een of, hè? Ja, mm -hmm. zwaar, als ik dat zijn ik als, ik. als ik er één zeg, dan krijg ik de ene heel de coalitie. Oké, oké. Nou, ik. Oh, ja, overheid om maar. Te lang in het bedrijfsleven gezeten. <laughs> ja. Innovatie of regulatie? Nee, innovatie. Okay. Ja, zeker. Hmm. Ja. Nou ja, er waren er toch een paar waarvan ik uh, enige twijfel zag. Dus okay. uh, wil je nog ergens op terugkomen of, uh, of wat meer uitleg geven? Nou, of ik vind, of... kijk, bedrijfsleven, overheid, dat is geen tegenstelling. Dus als je zegt of, dan wordt het heel vervelend. Ja. Want dan moet je kiezen. En zitten geweldige mensen bij bedrijfsleven en geweldige mensen bij de overheid. En het werkt ook nog eens een keer samen, bij ons in ieder geval. Dus dan is de keuze moeilijk. Uh, dus dat ik er een beetje moeilijk mee uh, was. Makkelijker bij de Euromast of de Markt dan. <laughs> Ja, dat ben we. <laughs> ja, nou ja, ik ben een ik ik ben, ik ben ja, Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam hè? Ja. Daar ben ik niet, niet geboren, maar inmiddels wel um, Ja, toch ook alweer bijna 12, 13 jaar dat ik er woon, een halve familie komt er vandaan, maar ik vind de markt ook wel mooi hoor. Station, ik vind nou, het Het is hier, een mooi uh, ding, maar hij is, hij, hij is te gelikt voor Rotterdam, weet je. Rotterdam moet niet af zijn, moet een beetje kreukelen, moet een beetje pijn doen aan de ogen. moet verliezen tegen elke voetbalvereniging van weet ik veel wat. Ik dat, is, dat is Rotterdam. Oh ja, en uiteindelijk, uiteindelijk genieten we er ook weer van. Ik van vind altijd, als ik daar met de auto kom en dat doe ik dus te weinig. Dan, dan ja. is het voor mij altijd: dan moet ik eraf en dan zit je weer in een tunnel. dan had je eigenlijk rechts langs heen moeten. <laughs> het is altijd verdwaald raken. Althans, of je belandt ergens waar je niet wilde zijn. Ja, ja dus het, is, de het is een compleet... Misschien is dat het ruwe. Ik ben, ik ben in beide, beide steden wel vaak. Um, ja. Het is compleet is compleet van elkaar. En uh, ik vind dat wel mooi. Ik kan wel genieten van Amsterdam. Ik kan ook wel genieten van Rotterdam. Ik vind het allebei... Uh, ja, joh. Maar maar ik ben mijn zusje uh, van in Amsterdam. Dus ik ja. ook daar wil je voorzichtig zijn. Ja. Dat goed, dus is uiteindelijk, allemaal gevoelig uh, onderwerp, hoor ik al. <laughs> uiteindelijk ben ik weer blij als ik weer, weer, weer terug ben. Als in ik gewoon in thuis ben. Zo is het. <laughs> Oké, okay, um, nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben het uh, nieuws van de week. Wijnald en ik hebben weer wat dingetjes uh, opgesnoerd. De uh, marktupdate, want er is toch wel weer wat gebeurd, zeker mm -hmm. vandaag volgens mij. En uh, daarna gaan we het met Frans hebben over de Dutch Blockchain uh, Coalition. Uh, we beginnen het nieuws door natuurlijk weer even een, een shameless uh, shield erin te gooien voor onszelf. De um, podcast awards die hebben we vorige week al benoemd. En uh, we willen gaan proberen om onszelf uh, te, te nomineren daarvoor. Want dat is waar we nu in zitten, toch? Dat is toch de, de longlist-fase? Ja, volgens dus mij. ik snap niet helemaal hoe ze van longlist naar shortlist gaat, et cetera. Maar, nee, maar uiteindelijk is het een enorme longlist. Nou, daar zullen we wel op staan. Maar als je er dan genoeg genomineerd wordt, ja. dan kan je op de shortlist komen. En um, daar wil ik toch wel eventjes nog wel ook wel wat mensen uh, bedanken. Want wat er dus gebeurd is, we hebben daar vorige week weer eventjes uh, wat, wat gas achter gezet. En um, uh, Etienne, die is natuurlijk bij ons te gast geweest. Uh, die heeft daar wel iets uh, van ons geretweet. En die heeft een vrij groot bereik. Uh, Didi heeft ja. natuurlijk weer, uh, weer een paar tweets uitgegooid. Dus Didi, thanks daarvoor. Um, ja, en toen heeft uh, Peter van, van Lekker Cryptisch. We hebben natuurlijk zijn broer in de, in ja. de, in de studio gehad. En uh, Peter is de andere helft van de gebroederslachter. Die heeft dat. Ja. Uh, yeah, ook weer op lekker cryptisch gezet en in de Telegram groep gegooid. En toen hebben jongens van de ja, Nederlandse crypto community, Nederlandse crypto chat, uh, wat hebben we nog meer? De crypto boerderij. Het werd overal op een gegeven moment gepost. Dus ja, allemaal iedereen die daar wat mee van doen heeft, uh, bedankt daarvoor. Um, maar er kan nog steeds genomineerd worden. Uh, dat kan op de podcastawards.nl. En um, nou ja, in de telegram staan de, de, de details. Uh, ja, het is echt heel, een, eenvoudig. Hè? naam, linkje, ja. eigen naam en een e-mailadres. E dus uh, ja. we gaan het zien. Um, uh, wat ik ook wel tof vind, is dat Peter, die had, uh, die had daar een stukje voor geschreven. En die ja. had ook de CryptoCast ingenomen. Want je kan natuurlijk twee podcasts noemen. En het zou grappig zijn als we ja, met twee Nederlandstalige crypto podcasts in de top 5 kunnen komen bij, weet ik veel, zakelijk en tech, zal het dan worden. En wat levert dat op, jongens? Eeuwige roem. eeuwige roem. Eeuwige roem. Ja. Eeuwige Een mooie een, bos bloemen, denk ik, of zo. Nou, je krijgt wel een, een, een kunstachtig object, uh, wat uh, gemaakt is door een kunstenaar. En bij wie komt dat thuis? Nou, ja, die mag Bart hebben, hoor. Ja. Ja. Ik heb daar geen ruimte <laughs> voor. <laughs> Hij moet in Amsterdam, hè, dan krijg je dat. Nee, <laughs> ja, dat, dat, uh, dat, uh, dat gaan we zien. Um, maar het, een, het begint er gewoon een zekerheidje te worden, toch? Ik denk, het, ik denk dat jij ook een goede kans maakt, het voor beste host. O, 100%. Ik, ga, ik, ik heb het al vrijgeboekt. Ja, precies. Ja, we, gaan het, we gaan het zien. Uh, het loopt volgens mij de hele maand uh, april. En dan in uh, mei kan er dan ges echt gestemd gaan worden. En dan uh, in juni... Uh, ja, kan jij de, die prijs... Ja, maar opbouwen. straks met de coalitie achter ons. Nou, dit wordt... <laughs> <Ja>. uh... Precies, <laughs> Alle handen, van van banden, banden bij de overheid. Psychologie, energie, <laughs> ja. uh, sociaal, alles. Het Lifestyle. Het al eerlijk meer. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> ja. Nee. Um, ja, we zagen nog wat andere dingetjes deze week. Eén ding uh, wat, wat wel, wel grappig was, is dat er dus een... Uh, ja, blijkbaar een, een, een livestream platform is. Dat heet D-Live. En dat, dat zou hem op een blockchain uh, moeten werken. Dat kon, ik kon ik allemaal niet terugvinden. Maar in ieder geval, nee. die hebben dus uh, uh, PewDiePie zover gekregen... om exclusief te gaan streamen op dat platform. Um, ken jij PewDiePie, nee, nee. Nou, dat is dus uh, sinds kort weer de grootste YouTuber ter wereld. 93 miljoen volgers of iets in die trant. Dat is een enorm, enorm kanaal. En... Um, die streamt ook live. Dus dat is ja, over het algemeen games, gamers, die, daar kan je meekijken... en die hebben dan zo'n camera op hun gezicht... en dan gaan ze een spelletje spelen en dan mensen kijken dan mee. En dat doet hij ook. Uh, en daar is hij ook uh, best wel populair mee. En dat stukje gaat hij dus op dat nieuwe platform uh, doen. Ja, ten opzichte van waar hij Twitch gebruikt, die voor Nee, een, toch? YouTube gebruikt ook, hij ook YouTube Maar ook, ja. hij is een van de weinigen die uh, op, op YouTube streamt, hoor. Inderdaad, ah. de meeste uh, streamers die zitten op Twitch... Hm. En dat is dan weer van Amazon. Uh, dat is uh, een jaartje of twee, drie geleden... heeft Amazon dat, uh, dat opgesnijd uh, voor, ja, voor de handen van... of voor de voeten van Google eigenlijk. Die waren er ook wel geïnteresseerd in toen tijd. Um, dus nou, dat. Uh, maar waarom uh, gebeurt dat nou? Uh, wat je ziet op YouTube en op die andere platformen... is dat YouTube en um, uh, Twitch uh, best wel een groot gedeelte... van die inkomsten afromen, zeg maar. Uh, omdat die, uh, die, die, die streamers die leven van uh, um, ja, noem je dat? Ja, tips eigenlijk. Hè. Dus je kan als je zit te kijken, dan kan je een paar euro doneren. En uh, de, een gedeelte daarvan gaat weer naar, uh, naar Google, dus of naar Amazon. Een van die platformen. Daarnaast wordt er tegenwoordig op YouTube heel veel uh, video's gedemonetized. Dus worden de advertenties eraf gehaald als ze maar een beetje niet in het pulletje vallen. Um, en je hebt het algoritme van YouTube, wat niemand echt begrijpt. Dus nu en dan stijgt iemand omhoog, en iemand anders zijn, zijn video's worden helemaal niet, uh, um, uh, komen helemaal niet voor in de zoekresultaten. Nou, daar uh, zou dit platform dan veel eerlijker mee omgaan. Maar hoe ze dat nou precies gaan doen, dat kon ik ook niet helemaal. Het, het draait okay. dus op een, een, een blockchain, op het testnet van de zogenaamde Lino-blockchain. Ja, ik had er echt nog nooit van gehoord. Nee, en ik kon het ook nergens echt terugvinden. En wat zij dus zeggen is dat de creator, dus in dit geval PewDiePie of jij of ik, als wij daar zouden gaan streamen, die krijgt 90.1% van alle Lino-points. Dat is dan de, de currency waarmee krijgt. je gaat betalen. Ja. En 9.9% gaat naar de pool. Voor mensen die LinoPoints gelokt hebben. En dat klinkt een beetje als proof of stake. Dus die zouden dan, denk ik, iets, een soort van validatorachtige rol moeten hebben. Uh, en daar krijgen ze wat voor terug. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde wat Ethereum gaat doen. Maar je zegt toch op Testnet. Dus het is nog niet dat ik die tokens. Dus PewDiePie. Als je me tip geeft, kan die eigenlijk nog niks. Ja, dat dat. dat kan ik dus ook niet echt vinden. Dat uh, dat ja, het stond een heel klein stukje over hoe die blockchain in elkaar zat op, uh, op dat hele dlive live uh, verhaal. Er waren al best wel wat streams hè, toen we keken. Ja, dus nee, het is platform, niet dat het helemaal dood... dat helemaal uh, platform werkt gewoon blijkbaar. Ja, ik weet niet of het streamen ook over de blockchain gaat waarschijnlijk niet. Nee, neen, nee, uh, dat dus alleen het gaat die die echt puur tape. over dat uh, over die tokens. Dus nou interessant. Ik ben benieuwd hoe dat uh, uh, verder gaat. Ja, op zich we hebben het er wel vaker over gehad hè. En, ja. en dat hele streaming verhaal dat klinkt. Ik merk al een beetje zelfs voor ons al een beetje zoiets van ja weet je, dat, dat zit echt in die generatie onder ons weet je. Echt die kids en die kijken meer Fortnite dan dat ze het spelen. En um, uh, dat hele donatiegebeuren is wel enorm interessant als je dat via een blockchain kan doen en wat meer open kan krijgen. Dus ik weet niet of dit de use case gaat zijn of dit het platform gaat zijn, maar op zich denk ik wel dat dat uh, ook met dat bad, met dat brave token. Ja. Die microtransacties betalen voor advertenties of, betalen, of betaald krijgen als je ze kijkt. Ja, ik dat zie is je wel een systeem. Hè? Dus als je advertenties klikt, et cetera, dan word je, krijg je rewards. Ja. En die kun je dan ook weer met automatisch. Uh, nou, bijvoorbeeld ik kijk, veel tweakers. En zij zouden dan aangesloten zijn. Dan kan ik instellen: Nou, ik wil 30 van die tokens per maand doneren. Ik was 50% van mijn tijd op die website. Zij krijgt de helft. Ja. Dat is best ja. wel. Uh, maar of je er allemaal weer losse tokens moet hebben, is de nou, vraag. Nou ja, maar... dat, dat is de vraag, maar op zich dat dat loopt denk ik wel los. Alleen ik zie daar wel echt wel een use case in plaats van allemaal. Maar als je op Twitch een donatie wil doen aan iemand, hebben ze dan weer een aparte tool voor? Want ze willen dat niet via Twitch, want dan betalen ze te veel die die streamers. Dus dat gaat via een aparte website. En daar moet je dan weer met Paypal of met je creditcard, zeg maar, betalen. Dus dan moet je vaak weer inloggen met PayPal. En dan komt er weer een fee bovenop die door iemand betaald moet worden, of door mij, of door de streamer zelf. Mm -hmm. Het werkt gewoon allemaal niet zo lekker op dit moment. Er is niet echt een geïntegreerd token. Misschien dat met Lightning Network wel interessant kan worden om dat te gaan doen. Maar ik zie daarvoor wel een, 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 een vraag. Zeg maar. En welk token dat in gaat vullen, dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat er wel iets moet gaan gebeuren. Um, over lightning gesproken. Ik zie hier nog wat anders staan. Um. Ja, die fakkel die begint uitgebrand te raken. Hè? Dus er ging een fakkel rond. Dat uh, was een uh, poos geleden opgestart. En uh, eigenlijk allemaal bekende mensen, waaronder de CEO van uh, Twitter. Hij is ook in Nederland geweest. Ja, Boris bij, heeft hem uh, gehad. Ja, en uh, uh, als ja. heeft hem van Boris gekregen. En Boris van de Ven, die is natuurlijk ook bij ons geweest. Die had hem als eerste ja. Nederlander volgens mij. En die stuurt eigenlijk heel, heel Twitter, of de bekend uh, Twitterland, uh, wordt hij doorgestuurd. En elke keer wordt er 10.000 Satoshi's bij, uh, bij opgedaan. Dat is ongeveer uh, 30 dollar uh, ongeveer dan. Maar die uh, loopt op zijn einde. Want er zit blijkbaar, dat had ik helemaal niet uh, nog gezien, een, een, een ingebak plafond nu momenteel in de Lightning-netwerk. Dat is van 170 dollar. Dus ja, als je hem heel vaak rondstuurt en je voegt elke keer 30 cent toe, ja, dan op een gegeven moment uh, is het eindig. En hij is nu 54 landen doorgegaan, uh, las ik. Uh, en dat plafond nu op de Lightning-netwerk zit als eigen bescherming, omdat het natuurlijk nog enorm nou, alfa, beta is. En ja. Het kan nog gewoon fout gaan. En om te voorkomen dat mensen nou met enorme te goede transacties gaan overmaken, zit dat erin gebakken. De bedoeling is natuurlijk wel dat het eruit gaat. Uh, op de, op de lange, te, lange termijn. Maar het is wel bedoeld voor microtransacties. Dus nou ja, wij, gaan heel veel hand, wij gaan heel veel transacties onder elkaar doen. En dat zetten we later op de blockchain. Uh, dus het zal ook niet maar, om hele grote bedragen nee, hoeven gaan. Exact. Als jij op een gegeven moment een koelkast koopt. Of, of, nou ja, die zijn ook niet zo duur meer tegenwoordig. Maar. Daar uh, hoef je niet light in. Dan kan ik net zo goed via precies, het systeem. Dan kan je gewoon een bitcoin. Ja. En het is niet erg om daar tien minuutjes op te moeten wachten. Nee, en ook voor een eenmalige transactie erg. zou ja. het ook helemaal geen use case zijn. Ja. Nee, ja, zeker. Ja, ik, ik Uiteindelijk is dit wel behoorlijk uit de klauwen gelopen, die, die fakkel, maar ja. wel enorm tof om de uh, hele wereld over te Het was echt wel een dingetje. Um, en uh, Boris en Beton, ik waren natuurlijk een van de laatste. en wij hebben er ook een beetje over gegrapt. Ik had zoiets, ja, ik, ik hoef hem ook niet meer op dit moment. Nee. Weet je. Als ik hem nu ja. laat vallen, die fakkel, dat is echt alsof. Alsof die Olympische fakkel de halve wereld over is gegaan... en jij komt uit het stadion binnengelopen en je struikelt... en dat ding valt in een plas met water of zo, Hij ligt vast bij zijn radio. Nou had je wel, denk ik, goede kans gehad voor de podcast ooit. Ik denk dat we Coindesk wel gehaald hadden... met iets van stupid small Dutch podcast... proste lightning Torch of zo. Stuk. Ja, mooi. Nee, tof. Vet om te zien. Ik ben wel bedankt, Frans. We zitten nu een beetje over dit soort... Zijn dit ook dingen die je echt volgt of ben je veel meer... Nee, nee, dat is heel stom. Nee, weet je, dit ik zou het veel meer moeten doen, maar gewoon de zo'n Dutchboxing coalition, het is gewoon de organisatie van dingen waar je gewoon 80% van je tijd mee bezig bent om ja, ja. dat voor elkaar te krijgen en alle use cases en met die overheden, bedrijven. Dus ik hoor jullie aan, ja, ik vind het hartstikke leuk om te horen wat er allemaal speelt. Maar, en ik zou heel graag, zou ik er ook gewoon weer eens lekker willen deepdive in, al die technologieën, maar het, ik red het gewoon niet. Ja, Daar heb ik ook nog artificial intelligence, zit ik oh. ook nog in, en laten delen. En, <laughs> en je. pak je wel een paar technologieën die <laughs> ja, niet, uh, je nou, niet... Dus ik kan, te... die, ik kan die diepte maar niet in, wat ik nee. vroeger wel kon, maar dat gaat gewoon niet meer. Is... Nee, maar dat snap ik. Ik bedoel, wat in, ja. het nieuws het stapelt zich dag op dag, dag ja. en het wordt heel snel technisch. Ja. Ja, weet je, en wat je nu ook vertelt met die fakkel. Ja, dan moet je gewoon volgen en dan zie je dat. En andere mensen die ermee bezig zijn, dan wordt het leuk. Maar ja, nee. Had de Dutch Blockchain ja, hebben, Coalition die fakkel niet willen hebben? Ja. ja, eigenlijk wel, als je er zo over nadenkt. Het was wel mooi geweest. Zelfs bij TU Delft zitten wij, nog even visueel ook maken. Nou, er, ja, er was wel mensen die... geweest die dat gezegd hadden, stuur maar door. Was zijn die... ook wel, ja. Oh, ja, ongetwijfeld is er dat er pas een paar zitten. Want het oh, dat uh, was toch ook in, bij de TU dat ze, wat hadden ze um, dat is nou, dat is een tijdje terug toch een stapel bitcoins verkocht om iets terug te kopen, hè? Ja. Serverruimte of zo. Wat was het nou? Computerkracht. Ja, ja, ja. ja. Er nee, doet allerlei leuke dingen. En, en hekken van alles. En uh, doe, doe mooie dingen daar in Delft. Ja. Nou nee, ja, we lachen. Ja, zeker. Um, wat kwam ja. er nou voorbij? Krijg je al online. Uh... Nee, nee, nee. Ik zat eventjes. Ik, uh, ik, ik check ze nu en dan wat ik zelf uh, zeg. Om. Uh... Ik, ik zat even te kijken wat ze nou gekocht hadden daar. Want Ze hadden een nou, tijdje terug was een oh, dus. nieuwsbericht. Uh, en uh, ja. en te, toen hadden ze nog een berg of een berg, een aantal uh, bitcoins liggen, volgens mij. En daar kochten ze volgens mij server power mee of zo. zou best kunnen. Ja. Ik uh, ga het zo uh, Ik zoek het ja, zo even. Ja, ja. Um, ik stond nog wel wat anders leuk. Want we hebben het al best wel vaak hier gehad over uh, onze creditcard van 10 X, oh, ja. die, uh, die al honderd jaar uh, niet komt, eigenlijk. Um, voor, voor jou en voor de, voor de luisteraars, Frans um, Denix, dat is een uh, ja, crypto start-up, die hebben een ICO gedaan en wat zij gingen doen is een creditcard maken waarmee je direct met cryptos kon betalen. Ja. Direct als in, je zet cryptos op die wallet, zij wisselen dat om in fiat en uh, Albert Heijn krijgt gewoon geld. Um, maar bij mij gaat er bitcoins van mijn wallet af. Nou, dat is ze niet helemaal gelukt. Vooral omdat het heel lastig is om die kaarten te krijgen van Visa of Mastercard. Maar nou, ze hadden er wein... natuurlijk eentje operationeel op in Nederland. Alleen ze verloren toen die ja, partijen maar ze maar hadden die ze hadden, voor de licentie. Onze, ja, dat klopt. Maar we hebben het natuurlijk ook met, uh, met Mr. Bitcoin over gehad. Um, uh, met Martijn Wismeijer, die, uh, die zei ook van ja, kijk, weet je, tuurlijk, je kan 100, 200 kaartjes, dat, dat red je wel. Maar op een gegeven moment dat het grootschalig wordt, dan komen ze erachter dat je het helemaal niet. Uh, gebruikt voor wat je zei dat je het gebruikt dat de crypto is en dan wordt het afgesloten. <laughs> uh, anyway, nu is Coinbase, die gaat dus hetzelfde doen, uh, maar die hebben dat anders aangepakt. Die hebben eerst een hele imperium al opgebouwd en die doen nu dit er nog bij. Dus ik heb hier wat meer vertrouwen in. Uh, ze komen dus met een, uh, ja, een debit card. Dus dat is eigenlijk geen creditcard, dat is gewoon een, uh, ja, een, een bank, kaart uh, yeah. Ja, debit dat is gewoon een bankpas, zoals we dat hier ook kennen. Kijk, credit is natuurlijk een beetje leent En debit dat is gewoon een ja, bankpas. Maar TenX is in principe oké. Okay, je stort het natuurlijk al op die wallet. Dus, dus ja, eigenlijk nee, ook nee, een pre-, prepaid credit card, is, is idee, uh, dus, ja. Ja, het idee. Je stort storten, is een debit card, ja. want het is het geen krediet meer. Um, en dat gaan ze doen in de UK. En later komt het ook naar de EU. Mm -hmm. um, en ik heb even gekeken, en dat is wel leuk natuurlijk... omdat we in Nederland best wel ver zijn daarmee. Heb je niet zoveel aan een creditcard. Um, maar je hebt hier dus chip, pin en contactloos. En dat is natuurlijk mooi, want ik wil niet weer van mijn NFC... terug naar, weet ik veel, waar we eerst waren... met, met, met zo'n magneetstrip of... Uh... Toch chip? Gaan ze dat weer in doen, echt chippen? Nou ja, kijk, weet je, ik gebruik die chip ook nog wel. Als mijn NFC eens in de 25 keer... Ja, 20... nee, ik bedoel, hoe heette dat, dat vroeger? Dan ging je toch naar een betaalapparaat en stop je min. in. Dat was toch chip? Ja, dat was chip, chipknip. Of chipknip. Of ja, zoiets. Maar, um, <laughs> maar dat, maar dat, maar knip dat knip. zit er natuurlijk <laughs> nog steeds in. Het enige verschil is, met die chipknip was het zo... dat je een soort van klein rekeningetje erbij... en dan moest je dan elke keer uh, ja, aanvullen met, 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 met geld. En nu is het gewoon, het gaat het gewoon van je bankrekening af. Dus, um, en zijn ze al bij de AVM langs geweest, dat je weet? Dit nee, zit, ze uh, werken samen met een partij... die ik even kwijt ben, die ik ook wel even opzoek. Met de bankincentie. Ja, dat, dat denk ik wel. Voor mij heeft Coinbase zelf inmiddels... Waren ze daar niet mee bezig, Wijand? Of hadden ze die al uh, te pakken? Paysafe, uh, UK Payment Processor. Dus ik gok dat die de zaakjes al op orde oh, hebben. Ja, okay. um, maar het is dus nog niet in Nederland. Maar dat gaat wel, uh, dat gaat wel komen. Uh, en het werkt hetzelfde als hoe we het net beschreven hè? Coinbase die converteert het dus direct op hun eigen exchange. En dat is waarschijnlijk ook het grote voordeel. Ze hebben een, natuurlijk een van de grootste exchanges van de wereld. Met een Fiat Gateway. Dus zij kunnen op hun eigen exchange ook direct. Die bitcoins omzetten die jij verkoopt in, uh, in euro's. Um, gaat voor bitcoin, ethereum en litecoin uh, uh, werken in eerste instantie. Um, maar nu nog niet, want ik heb die app proberen te downloaden, maar dat kon nog niet. Alleen uh, UK, helaas. Dus dan gaan we afwachten. Nou, eens kijken of die ooit ik wel je niet een IP-adresje omrouteren? Via... Ja, ik kan een VPN... Uh, uh, maar bij de aanvraag zou je wel je, zou wel je paspoort, et cetera, moeten aantonen. Ja. Dus dan wordt het lastig. Ja, ah, okay. Ja, ze hebben natuurlijk mijn uh, coinbase Het ja, ja, is natuurlijk wel een beetje lastig, hè? Want ik, heb, uh, ik, snap, ik snap de haat vanuit de crypto-wereld op Coinbase, snap ik op zich wel. Maar goed, ja, ik, ik, ze komen toch ook elke keer alweer met, uh, met dingen waar, waar ik denk: van ja, hier zit de massa wel op te wachten. En dan snap ik wel dat, dat de maximalisten zeggen: van ja, weet je, dit is niet meer wat het was. En dit is ook niet meer hoe het, uh, wat, wat, wat zou moeten. Zeker toen ze laatst die, dat hacker-team uh, hadden overgenomen. En ja, ze listen weer wat coins, zag ik. Maker, EOS wat dan Ja, Maker dingen. hadden ze al een tijdje terug aangekondigd, maar die hebben ze nu echt opgezet. Ja, ja dat is ja. ook tegen het serenbeen van veel mensen aan, maar ja, als dit echt werkt, zo'n zo zo uh, zo debit card, dan uh, daar, daar zie ik wel wat in. Ik denk dat dat hartstikke handig is. Ja. Scheelt je waarschijnlijk gewoon niet de conversie uiteindelijk. Hè? Dus als je iets wil spenderen en je zou iets moeten verkopen, zou dit dan ja, wat stappen schelen, waardoor het makkelijk te gebruiken is. En je kunt toch met je crypto's betalen? Ja, het, ja, ja, het is wel. Um... Maar goed, het blijft dan natuurlijk niet. Ja, het is niet crypto-crypto transacties. Het is niet crypto crypto, maar die crypto fiat, zeg maar, gateways, dat is toch ook altijd. Weet je, Tenix heeft het nog niet, Monaco heeft het nog niet. Het werkt allemaal nog niet lekker. Het is een beetje scammy. Ik, uh, als ze dit van de grond krijgen de komende paar maanden, ik, ik wil het wel eens proberen. Ja, zeker weten. En je natuurlijk ook uh, van de week... en ik zag ook uh, dat Alex er weer op had gereageerd. Volgens mij is hij nog gebeld door de BNR. Heeft hij nog Ja, over twee gepraat? keer zelfs de laatste tijd. Ja, dus die, uh, ja, die is meer bij BNR op de zender... dan dat hij bij ons zit. <laughs> <laughs> nee, maar uh, het ging over de, over de mining van bitcoin. Hè. We hebben het vorige week natuurlijk nog over gehad... met Colin over gewoon uh, hoe het werkt met mining... en ook uh, over ook geopolitiek... dat daar zoveel mining power zit in China. Uh, maar er kwam een bericht uh, naar buiten van het NDRC, dat is de National Development and Reform Commission, en die hebben eigenlijk wat bepaalde aanbevelingen gedaan. En daar gaat het over infrastructuur en vervuiling onder andere. Nou, het is al heel lang discussie. Zijn die die mining apparatuur die veroorzaakt heel veel Gebruik van energie en is dat allemaal wel schoon? Ja of nee. Ja. Nou, en, en is het wel heeft het wel zin? Heeft dat er wel zin? Ja, precies. En het antwoord is ja we zitten bij dammen unused. Nou, even daar los. Deze, deze commissie heeft gezegd van dat het misschien verstandig is deze business dus het mijnen van cryptos in dit geval bitcoin. Maar dat zal over alle cryptos gaan. Uh, ja om die mogelijk te verbieden als uh, unwanted practice. Dat is eigenlijk dat ze gewoon niet. Uh, dat uh, is niet, die Chinese. Uh... Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, hè, want het gaat altijd het verhaal op... dat het meeste mining powders in China zit. Um, ja. Nou ja, wat het gevolg zou kunnen zijn... dat inderdaad dat de overheid dit aanneemt in, uit lol. Dat het echt een wet wordt. En daarmee het gewoon volledig verboden wordt. Ja. Um, nou, je ziet dan, wat zou er dan gebeuren? Ja, die miners zullen toch misschien wel uit China... naar andere plekken gaan. Ik las al een artikel van hè, IJsland, Popelair, Canada. ook Iran dan, had ik gehoord. Iran? schijnen ook iets te hebben wat dus goedkoop is. Ja, waarschijnlijk, nee, maar het zal ja, wel. Nee, precies, waarom maar, zou je... Ja, nee, precies. Maar ze hadden iets, ik weet niet meer precies wat, maar iets. Uh, zo, zal, ja, ja zo'n zal gas zijn of zo. I don't nou, know, maar maar je zag wat... hier van het nieuws overal dat dit werd opgepakt. Ja, het is nu per definitie verboden. Dat is nou niet zo. Nee. Het is echt een consultatie, Eigenlijk net zoals met onze AML-directive, wat van de Europese Unie naar Nederlands vertaald, waar het ook vaker over hebben gehad. Daar kunnen bedrijven en mensen op reageren. En dan wordt er gekeken van: gaan we het in deze vorm implementeren? Het is nog helemaal niet zeker dat dit de vorm gaat zijn. Maar het is wel een aanbeveling. Dus het zegt best wel veel. Ja, de aanbeveling is nog wat anders dan die AML natuurlijk. Zeker weten. Ja. Zeker weten hoor. Maar ja, het is best wel een, een kans dat dit doorheen komt. Ja. Um, kan je wel goedkoop. Twee, dan, dan servertjes kopen. In, ja, dan moet je wel hierheen shippen. Ik... Dus ik ja. weet niet of dat nou. Nou, kan je vertellen dat dat. Uh vrij prijzig kan zijn. Zo, ik bestel was uit China. En ja. dan is het soms best lastig... om dat goedkoop ja. deze kant op te krijgen. Ja. Behalve die kleine Ja, Maar tot 7 mei mag, mag iedereen reageren. Um, en, en dan zullen we gaan weten... of het echt verbannen wordt. Ja, is best wel een... Um, ja, best wel een big thing. Ik weet niet of het... Per day, dus de hashing power zou je dan verwachten... dat er omlaag zou gaan. Hè? Dus de totale sterkte... tussen haakjes van dat netwerk. Uh, maar goed... Uh, ja, ik denk ja. dat er wel een paar dingen zijn die wel, uh, ik, ik las daar reacties op en het werd ook best wel weer, sowieso worden veel bitcoin dingen wel weer in de, in de normale media opgepakt de ja, laatste dit, tijd ja. en uh, dit kwam er ook weer in terug. Ja. En ik denk dat het wel goed is om uh, voor mensen ook om te begrijpen dat um, er worden uiteindelijk of dit verboden wordt ja of nee, worden er niet meer of minder bitcoins gemined. Maar de bloktime is nog steeds 10 minuten. En de block ja. reward blijft nog steeds. Wat is het voor mij? 12,5 bitcoin. Ja, ja. 12,5 half. Ja, we gaan de volgende keer naar zes. Um, volgende halving. Maar dus dat verandert niet. Het enige wat jij net al terecht aangeeft: de hashing power gaat omlaag. En uh, het netwerk zit zo in elkaar. Die hele structuur is zo dat de difficulty dan, uh, de moeilijkheidsgraad van die van die rekensommetjes die ze dus moeten oplossen, die gaat dan ook omlaag. Um, het wordt gewoon weer aantrekkelijker. Dus om het, het wordt dan, dan makkelijker om te minen. Dus okay. je kan ja, met, ja. met minder machines uh, uh, kan je, kan ja. je meer ja, oplossingen uh, aansturen, eigenlijk. Alleen de block reward. Het is niet zo dat je dan opeens meer kan. Nee, maar je uh, kans wordt wel groter dat je, dat je uh, maalt, als dat allemaal uh, uitschakelt in China. Ja, nee, dat is waar. Alleen het is wel goed om te beseffen dat er dus niet meer of minder bitcoins gaan komen. Nee, dat was maar. namelijk ook wel reacties. Het aanbod ja. wordt daardoor minder. Nou ja, nee, dat, dat is niet waar. Alleen misschien dat het, dat het aanbod. Uh, of die bitcoins inderdaad bij, ja, weet ik veel, een grote farm in, in Amerika. Of whatever ze zitten. Ja, weet je, als al die uh, Chinese concurrenten wegvallen. Ja, die lachen zich op. Ja, natuurlijk, precies. Ja, mijn ja, uh, zal er ook misschien wel. Uh, dan, uh... Ja, nee, ja, inderdaad. Uh, onze Vito die, uh, die zal daar ook. Uh, al, maar het is wel uh, opmerkelijk, hè? want ze hebben natuurlijk de ICO's al verband. de trading hebben ze gebend, exchanges allemaal uh, weggestuurd. Um, terwijl ze, ja, mining zijn ze natuurlijk wel, geopolitiek hebben ze heel veel staan en hebben ze een bepaalde macht. Um, nou ja, ik was eerder bang dat de overheid die macht zou overnemen en die miners zou innemen of een bepaalde uh -huh. zeggenschap. Uh, maar nu lijkt het erop of ze dan misschien wel... Ja, uitgestoten worden uit het land. Dat ja, is wel ik, het is best wel, ik vind het ook wel lastig. Omdat het natuurlijk uh, uh, China, net als Rusland, is, is denk ik voor het westen, is dat sowieso lastig om nou echt uit te vinden van weet je, wie heeft dit nou gezegd? En wat betekent diegene ja. nou? En wat gaat het nou uiteindelijk opleveren? Weet je wel, wie National Development and Reform Commission, weet je waar, is dat? Ja, het is waarschijnlijk best hoog. Want ik heb inderdaad, eh, blijkbaar is het dan voor lage overheden, zouden ze het moeten doen. Uh, maar echt verbieden, dat kan die commissie niet. Dat moet de overheid overnemen in een wet. Dat, ja, nou ja, precies. Maar dat, dat is ook een al een beetje. Vaard, uh, dan dat, dat... Dat, uh, en dat doet me een beetje denken aan die, we hebben wel vaker de, de china FUD ge uh, gehad, zoals het dan genoemd wordt. Um, ja, en dat, dat waait dan meestal wel weer over. We hebben al vaker berichten gehad dat het gewoon in zijn algemeen ver, verbannen zou worden. Nou, dat hebben ze bij die ICO's wel gedaan. Ze hebben volgens mij op WeChat op een gegeven moment al die, uh, die communities, uh, crypto communities verboden. Oh ja, ook nog, ja. Um, ja, en dat traden, er was ook weer wat mee. Dus ja, nou, we gaan het zien. Um, maar, kijk, Bitcoin... maar vind je het nou positief of negatief? We ja, naar ik weet het niet. Ja, ik vind het niet per se heel negatief, nee. als in, ik vind het helemaal niet erg dat de mining power wat meer geopolitiek verspreid wordt, ja, dus precies. dat er ook wat in Nederland zou kunnen ja. zijn. Euro Europa hoor je en het is niet echt een macht ja. hebben erin. Je hoort IJsland, Canada, Amerika. Ja. Dus, ja. dus ik vind het vanuit dat perspectief misschien voor de toekomst, ja, misschien wel, wel fijn. Op korte termijn uh, weet ik niet of het een positieve impuls is aan gewoon wat gebouwd wordt, et cetera. Maar uh, misschien moeten deze partijen ook wel weer van hun bitcoins af daardoor. Hè? En dan gaan ze, die moeten op de markt moeten neerzetten, wat natuurlijk dan weer een prijs Daling zou kunnen zijn, maar ja, het ja hoe dat knows, het, Maar ja. het is niet dat ik het per se heel negatief vind. Nee, we hebben het er vaker over gehad. Op een gegeven moment was het zelfs zover dat dat, dat heel China of Bitmain, hè, die dan al die um, al die miners maakt en twee van die pools beheert. Volgens mij ja. is dat op, was het 45, 46 procent of zo, weet je. En dat, um, ja, dat is een beetje Nou, best wel voor Ja, ja, ja. Um, ja, Als je dan over hebt, hebt die alles kan bepalen en die kan dat wij spreken. Of zetten, aanzetten, weet ik veel wat. Dat ja, daarom vond ik, ik dit een beetje raar, wat jij zegt. Daarvoor had ik dit ook niet direct verwacht. Nee. Misschien eerder gezegd dat ze daar meer invloed op zouden uitoefenen. Maar ja. we gaan het gaan zien. Ik vind het ook niet zo ramp als dat wat meer... Maar dit, dat is het probleem tussen aanleidingstekens bij bitcoin. Ik bedoel, de miners zullen altijd zoeken... waar je op, op een punt Stroom. het goedkoopste je energie kan krijgen... en politiek gezien het meest stabiel zit... He, dus daarom is Iran misschien, misschien heb je de hele goedkope stroom dat je bovenop een, een of andere gasbubbel zit. Ik weet het niet. Ik, heb geen um, idee. ik had al Iran helemaal niet Ja, ik had kan het laatste ergens grappig. voorbij horen komen en ik, ik nou, dat zal ik zo ook nog eens opzoeken waarom dat dan zo is. Um, maar goed, ja, misschien weer er wat minder zit omdat het daar uh, politiek kan wat, min, uh, wat minder stabiel zit. je Misschien liever in Canada ergens uh, op een plek waar het min, uh, min 300 graden is en. Uh, Oh, ja, maar je appartientcoolen scheelt dat. Nee, ja, nee, ja, maar daarvoor zitten ja, daar, ze. Daarvoor is het, zo, is het zo populair. Min 300 is wel elk fris. Misschien? Ja, maar. Maar. Dat, dat haal je niet. Voor mij zo absoluut maar minimum, toch? <laughs> Min 273. Nou, dat, uh, da daar zit je dan op, exact. Uh, ik heb nog eventjes uh, direct teruggezocht. De TU Delft die heeft een tijdje terug 14.4 petabyte aan traffic voor de Tribbler-app. Gekocht, ja. Ja, ja. En uh, dat is, was die torrent cliënt, ja. Daar hadden we het toen over oh, ja. natuurlijk. En um, uh, dat is een een of andere destraal platform. En daar hebben ze dus bitcoins voor verkocht... die ze ook weer in de begintijd een keer gemijnd hadden... als een soort van experiment. Dat was het, om Zo, het even helemaal uh, correct okay. te hebben. Um, nou, snel door naar de markt. Ja, of vertel, de maar, date, vertel maar eens ja, even. We, we balanceren nu momenteel, terwijl we het opnemen... rond uh, ja, de 5.000 dollar, iets te boven... Maar wat natuurlijk een flinke spike de afgelopen dagen naar de 5400 zelfs. Maar vandaag een flinke klap. Ja, ik zie grote verliezen. En Maar kijk je naar vorige week. dus we balanceren ook rond de 5000. Toen was het net eronder. Nu net erboven. Dus we hebben een klein sprongetje gemaakt. Maar het was iets beter de afgelopen week. Ja, het is nu, uh, ja, 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 het was even raar. Nou, ik werd er niet vrolijk van vanochtend. maar dan kwam vooral dat alle altcoins weer echt gewoon, niet, niet een beetje, maar volgens mij gewoon nou, 20-30% in de afgelopen week opeens weer omlaag uh, kelderen. En dat was over de gehele breedte, toch Zeker. wel uh, ja, een, ja, ja, een ja. beetje. Ja, en dat snap ik dan weer niet echt. Want we zijn dan van wat, wat zaten we twee weken terug? Toen Zaten we rond 4000? Zijn we naar 5000 gegaan naar 5400 of zo? Ja. En nu staan we op 5000. En opeens klapt alles weer in elkaar. Dus echt, uh, ja, niet verwacht. Maar goed, um, dat uh, gaat, ja, waait wel weer over, ja. Ja, kan je, kan het is lastig zeggen. Er is in ieder geval geen oorzaak die ik kon vinden... wat dit, uh, behalve nee. mensen die winst nemen waarschijnlijk... of iets weten wat wij niet ja, weten. Ja, wat onduidelijkheid misschien welke kant bitcoin op gaat. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat pensioen weer wat verder weg, <laughs> weer wat verder weg is. Um, maar goed, uh, gelukkig heb ik nog tot mijn zeventigste... om daarop te wachten. dus uh, dat, uh, lukt <laughs> 72 straks, drie? Ja, 73. En de oude sok, hoe is het nou? Ja, daar? En, uh, Bitcoin. Uh, dus we hebben inderdaad ook uh, Frans, we hebben dus die duizend virtuele euro's gestopt in verschillende asset classes. Oh, okay. We hebben een stukje bitcoin gekocht toen. Ja. En toen is echt uh, enkele maanden geleden. De top 10 van toen uh, de altcoins en ook een stukje bitcoin daarin. Ja. Spaarrekening bij een uh, Nederlandse bank. Okay. Uh, de AIX trekker En we hebben een stukje goud uh, gekocht. Uh, allemaal virtueel. En eigenlijk uh, week op week houden we dat bij. Nou ja, Bitcoin is wat ik al zeg: de prijs die we vorige week als input, week als input hebben gebruikt, is nu heel weinig aangepast. Dus ja, schommelt nog steeds op 800 euro momenteel. Dus we staan op min 20 procent, dus min 200 euro op die post. Ja, de top 10 currencies die zit daar niet ver vandaan, zitten op 810. Dus die, die volgen elkaar heel, eigenlijk op min 20 procent volgen elkaar. Ja, de spaarrekening, ja, die kan niet die in de goed, verlies zou je die zeggen, die momenteel nog 20 cent winst. Daar ja, dus uh, koop je nog geen bak koffie voor natuurlijk. Ja. De AIX, die, uh, die krabbelt toch bijna weer terug naar de inleg. Ja, die ja. hebben natuurlijk een beetje altijd high toen ja. gevolgd. Ja. En die is toen met december flink gedropt. Maar die is bijna weer rondom inleg. heb nog zeven uur Ja, Daar las ik toevallig gisteren ook wat over. Dat alle verliezen weer goed waren gemaakt. Ja, dat dat zien we dus bijna inderdaad. Dat blijkt. Ja. Dus er is bijna weer inleg. Ja, en goud, uh, ja, die zit nog steeds uh, rond de 9 of 10% winst vanaf die duizend. Ja. Ja, we staan nu met ons portefeuilletje van 5.000 euro min 300 dus, dus te overzien. We hebben al eens <laughs> flink laag gestaan. Toen ja. echt alles omlaag ging in december. Uh, maar ja. het, ja, het laten dus zien een beetje wat de verlopen zijn ja, ja, ja. over lange termijn. Dus ja. Het is wel grappig te zien dat goud. volgens mij sinds de start al. Uh, ja, die heeft altijd bovenaan, bovenaan staan. staan. Maar dat ja. kwam ja. natuurlijk ook omdat toen, uh, toen die AEX, of in ieder geval, dus niet alleen de AEX. maar gewoon alle aandelenmarkten een beetje naar beneden gingen ja. toen. En dan zag je dat mensen naar goud gingen. Dat is, ja, dat is een beetje de standaard je beweging die je, die je ziet. Uh -huh. We hebben daar volgens mij zelfs op 12% of zo. Ja, staan ja, ja zeker. Ja. Dat is nu wat minder. Um, tweede dingetje wat ik opgezocht heb: Iran is, heeft inderdaad een overschot aan gas. Dus daarvoor, uh, ja, daar, daarvoor heb je hele goedkope energie daar. Dus daar zetten mensen miners dan neer. Maar is het daar ook lekker koud dan? Ja, hey, de berg. Nou ja, dat inderdaad. Dat, voor mij doet dat een beetje denken oh. aan uh, wat wij natuurlijk in Death Valley toen in Amerika hadden. Weet je, daar had je aan de ene kant stond je bovenop een berg, stond ijs erop en beneden in de vallei. Ja, was 50 dat is graden. Ja. Dus, ja, dat uh, klimaat, hè? Ja. ja, nou dat kan ja, ik. Ik ken daar gewoon te weinig van. Ik vond het ontvallend naam. Want jij je hebt natuurlijk een beeld van alleen maar warm, maar dat is natuurlijk niet, helemaal niet waar. Kijk, ik heb vooral een beeld van alleen maar oorlog. Ja, nou ja, dat is <laughs> eigenlijk stabiel. Nou ja, Iran. Ja. ja, nou ja, het ligt er wel. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat het minder, uh, minder veilig is dan, dan in Nederland. Ja, het, die, die oorlogen waren natuurlijk vooral Syrië, Irak, Afghanistan. Ja, we komen nu op het terrein. Ja, ik ben en er ook geen... Uh, ja, we gaan... Op. Ja, dat zeg ik op al die een ben woord. Ben. We kunnen gewoon overal meedoen. Ja, politieke podcast is het gewoon nu Of we zeggen, dat geeft een woord over dat, maar we doen mee. We ragen we al die artikelen, al die, hoe noem je dat? Die, uh, ja. die categorieën af. Wat hebben we nog meer? Sport? Ah ja, gisteren. Nou, kom erbij. Ja, ja, ja. Wat hoor je ervan? Ja, ik vond het best wel een mooi potje Nou, ja, die winnen we ook <laughs> nu. <laughs> um, nee, joh. Maar in ieder geval, uh, ze hebben daar dus blijkbaar heel veel gas. Uh, en uh, hmm. daar kan je dus goedkoop mijnen. Um, ja, dat, dat, dat was het uh, nieuws al een beetje. Toch denk al ik, veel uh, eigenlijk. Ja, toch weer van alles gebeurd. En ik merk ook alweer. Um, dat die, die fluctuaties de hele tijd, dat, uh, ja ik ben er wel weer meer mee bezig. Alleen ik weet niet of dat nou weer helemaal goed is. Zeg. Ik vond die bear market wel fijn lekker eigenlijk. Rustig. Ja, lekker rustig. <laughs> er gebeurde niet zoveel. Nu de ene dag schiet het weer omhoog en dan kijk je de volgende ochtend weer en is het weer, weer omlaag. Het is, nou, dat is allemaal... Gewoon niet doen. Wel, uh, gewoon niet doen. Nee, klopt. Maar goed, um, dat, ja, dat blijft toch altijd uh, interessant. Um, ik denk dat wij maar eens verder gaan praten... over uh, de Dutch uh, Blockchain Coalition met Frans. Ja. Ja, we hebben al in de intro... Heel verhaal uh, verteld, mooie woorden erin. <laughs> ja. um, misschien is het wel, wel, wel goed om te beginnen om wat meer ook over jou te weten te komen. Van, ja, wat is jouw achtergrond en hoe ben je uiteindelijk bij die Dutch Blockchain Coalition terechtgekomen? Wil okay. je de lange versie of de... Ja, we hebben alle tijd. Heb je een medium versie? <laughs> nee, doe wat, me <laughs> nee, nee. Uh, nee, Ik ben econoom van huis uit, Rotterdammer, Elsbosch Universiteit. Ik heb tien jaar in de telecom gezeten. Tien jaar in wetenschappelijke business bestond ook nog Atos, ICT-dienstverlener en toen bij TNO. Dus ik ben wat ouder dan jullie. Um, en toen bij Atos ben ik al vrij snel bij de das Blockchain Coalitie terechtgekomen. Nou, dat doe ik nu twee jaar. Uh, hartstikke leuk. Topbaan. En op welk moment kwam je dan echt uh, zeg maar in contact met dat blockchain? He, want ik nou... Ja, ik had het via... Ik werkte bij Atos en toen kwam het al voorbij... Vanuit de, 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 de ict dienstverlening natuurlijk. Ja. Dus ja, dan, dan, dan volg je dat soort dingen ook. En, uh, maar dat was gewoon een beetje het zien. Uh, ik ben niet echt actief gaan investeren of zo, maar gewoon het, het idee van decentralisatie en hoe dat dan werkt. En weet je, hoe je op een andere manier met databases omgaat en zo. En dat, ja, dat, dat, dat boeide wel. Dus toen ik bij TNO kwam en dit, dit kwam dan op. Van ja, er zijn verschillende dingen. Wat vind je van? boxing coalitie. Dat ik ja, oké, okay, dit, is, dit is echt iets dat. Daar wil ik wel mijn tanden in zetten. Maar meer vanuit een soort uh, ja, interesse. dan dat ik nou heel erg druk aan het. Uh, in Bitcoins of in Ethers. of uh, weet ik veel wat, uh, wat voor dingen zat. gewoon meer een beetje Ja mag ik het zeggen, wetenschappelijke interesse vanuit TNO, zeg maar. Maar was je ook echt heel vanuit de techniek zo geïnteresseerd toen al? Of nee, meer van het, wat toepasbaarheid? Ik, nou, ik vind en nog steeds het allermooiste... en dat zie ik ook bij die Duitse bokse coalitie... het is gewoon, wat doet het met het nadenken over systemen? Dat vind ik het mooiste. Dus... Weet je, of het nou de consensusmechanismes, of de protocollen, of de hashing. of weet je, Dat zijn allemaal hele boeiende en uh, IT-relevante zaken. Maar ik vind het het mooist als ik gewoon zie van. Ik heb een logistieke keten, of het gaat over digitale identiteiten, of het gaat over, nou, noem maar op, van, van pensioenfondsen, hoe die werken, van alles. En hoe, hoe het de hele boel omdraait van gecentraliseerd, weet je wel, het vertrouwen ligt ergens bij een partij, die gaat dan dingen doen. Naar hoe we, hoe we dingen op een andere manier organiseren met elkaar. En dat, is, dat heeft een heel hoog democratisch met elkaar gehalte. En ik ben, uh, ben van de jaren zestig, flauw power, dus daar word ik heel erg, uh, heel erg blij van als ik dat zie. Ben je gebeuren. echt van het polderen? Ik ben heel erg van het polderen. Ik ben heel erg van het polderen. Ook gewoon omdat ik, omdat ik daar de resultaten van zie. En dat heeft een, uh, heeft een beetje een stomme naam. En uh, weet je wel, uh, lang praten aan tafels en weinig resultaat. Dat is niet zo goed polderen. Polderen moet wel echt leiden tot bepaalde dingen. Dat doen we ook in de coalitie. Hè? Dus als je bij ons komt op de homebase in Delft... hangt daar gewoon een muur met allemaal briefjes op. Geeltjes, weet ik veel wat. Een beetje als een, een start-up. En dan maak ik gewoon heel concrete dingen die we doen. En de deliverables uh, die, we, die we hebben... Uh, en als je dat met allerlei verschillende partijen doet, die normaal, normaal uh, elkaar de tent uit concurreren, dan is het leuk. Dat is gewoon echt gaaf. Ja, dat is wel grappig. Want dat hebben we hebben al. We hebben natuurlijk al uh, een paar gasten ook gehad die een beetje wat meer in die business kant zitten hè, van het hele uh, blockchain uh, verhaal. Mm -hmm. En dan zie je dat toch ook wel elke keer terugkomen dat dat vaak ook nog wel de takeaway is: van oké, okay, ja, misschien is, is die blockchain wel helemaal niks voor ons, maar ja. We kennen elkaar nu wel. Zeg ja. maar, dit hele ecosysteem, wat eerst concurrenten zijn en nog steeds concurrenten zijn, maar wel veel meer samen zijn nagedenken over oplossingen. En soms is uiteindelijk de oplossing van, nou, laten we iets centraals doen. Of laten we een of andere cloudoplossing samen afnemen. We gaan helemaal niks blockchain doen, omdat het niet hoeft. Maar die blockchain-hype, zeg maar, heeft er dan wel toe geleid dat in ieder geval die partijen bij elkaar zijn gekomen. Ja. En dat, dat, dat vind ik vaak al... De winst, die, die niet altijd gezien wordt, zeg maar. Ja, en ik hoor het Frans al zeggen: identity. Ja, dat, dat hoeft ook helemaal geen concurrentie op te zijn. Dus waarom zou je juist niet dan gaan, gaan polderen? Maar gaan samenwerken. Hè? Waarom zou je niet gaan kijken hoe kunnen we het nou beter inrichten? En wat zijn nou, ja, moet je nog met papieren bij een balie halen en daarmee identificeren als je het land uitgaat, et cetera? Kan dat niet veel slimmer, goedkoper en handiger? Nou ja, volgens mij wel. Want ik ben helemaal geen fan van zo'n paspoortpapier of een VOG en al dat verklaring eh, op het gedrag. Het is allemaal papier. En, en pensioenen is ook geen concurrerende markt per se. Hè? Ja, het is natuurlijk, ja, je draagt af. En, en als je daar kunt samenwerken in plaats van concurreren. Ja. Maar en, en, nee, dat is een goed voorbeeld. Hè? Want daar heb je. We hebben in Nederland, hebben we het zo opgelost met elkaar. Gewoon 76 jaar, ik weet niet hoe lang al. Allemaal pensioenfondsjes. 200 pensioenfondsjes met allemaal hun eigen back-office, allemaal hun eigen database... allemaal hun eigen systeem. Maar het gaat om jou en mij en andere mensen. Het gaat niet om die centrale database's... die dan overal maar bijgewerkt moeten worden met elke nieuwe wet. Dat is een verspilling van geld en investering. Dus als je een pensioeninfrastructuur kan inrichten... zodanig dat de data gewoon bij de bron blijft... en het gaat om jou in het centrum... en je deelt de data op een verstandige manier... Met gedecentraliseerd en met attestaties naar nou, alle landen die jullie wel kennen, denk ja, ik. Ja. Dan, dan kan je echt zoveel geld uit dat systeem halen. En dan heb je dan gaat het om jou als gebruiker van zo'n systeem. Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij ziet wat er gebeurt. Je hoeft niet allemaal eindeloos databases te kopiëren. Daar zit zoveel winst in voor de personen, voor de systemen. Echt gigantisch. Ja, hebben we het toen met Hidde over gehad ja. van APG. Je hebt Hidde, heb je hier ook ja. gehad? Ja, ja leuk. leuk. Ja, ja nou, die is daar heel, heel actief mee. Gisteren ook weer was Hidde ook bij. We zaten daar um, een beetje geheim, dus moet je niet verder vertellen. <laughs> we zeggen niks door. <laughs> Gisteren hebben we een, hebben we een heel een goede sessie gehad met uh, echt de top van, uh, van de ministeries, uh, overheden, om dan ook weer bij te spreken over blockchain, maar ook uit te leggen van wat gebeurt er nou. Ja. Hè? En dat ging het bij de CJB doen ze hele mooie dingen. Dat is waar jij uh, je boetes uh, yeah. aan betaalt. Nou, nou ja, liever <laughs> <heel fijn>. niet. <laughs> maar, die, nou, maar die doen ook goede dingen. Weet je wat, uh, dat is ook weer zo'n maatschappelijk dingetje. Um, mensen krijgen die boetes, maar ook mensen die heel zwaar in de schuldhulpverlening zitten. En eigenlijk moet je daar op een andere manier mee omgaan. Uh, maar overheden mogen niet zomaar uh, met elkaar delen van wie heeft schulden. Maar met zero knowledge proof achtige oplossingen, ook weer zo'n waar blockchain technologie gebruikt kan worden. Dan kan je echt, kan je mensen helpen door via zero knowledge proof aan te geven van deze persoon zit al in de schuldhulpverlening. Daar moeten we op een andere manier mee omgaan en niet elke keer maar de bedragen verviervoudigen zonder. Hè, dat, dat, dat stapelt zich op en mensen komen gewoon in de problemen. Ja. Maar mag het dan zomaar, je zegt nu mag het niet. Nee. Mag het dan zeg maar met uh, Zero Knowledge Proof uh, en, en blockchain technologie? mag het dan zo wel? Of moet dat dan ook een stukje Nou, daar moet, moet iemand en... tussen zitten. Precies, ja. Nee, het, kan, het, het kan niet allemaal zomaar zonder meer. Maar wat, 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 uh, uh, wat gewoon in de wet staat, is dat je niet zo zonder meer uh, informatie mag delen, ook tussen overheden. Nou. Dat kan gewoon niet. En de, de, dat is een keer gebeurd, een paar jaar geleden ook weer, met, met studenten die dan ergens woonden. En dan kregen ze... Uh, te veel geld waarschijnlijk, maar die koppeling van die databases, dat, dat mocht gewoon niet op die manier. Maar in deze situatie, als je met zero knowledge proofs werkt en je laat de persoon zelf ook uh, in het midden en bepalen wat voor data er gedeeld wordt, dan kunnen dingen wel gaan gebeuren. Ja. Het zou mooi zijn als ze ook met, met die technologie uh, kunnen zorgen dat mijn boetes in een rode envelop binnenkomen. En allemaal andere uh, informatie van de leasemaatschappij... in een normale envelop. Een beetje welk je moet verbranden, bedoel Ja. Nou, vooral ja, kom ik thuis en de zie ik één liggen en denk ik. Nee, nee, ja, nee. Is het nee, een groene kaart nee, nee, voor nee. dit jaar? En, en, dus zie, en dan, dan maak je hem open en dan zeggen ze: beste meneer Mol, we hebben de policy geüpdate. Ja. En denk je, stop er nou even dan groene envelop. Man, ik denk weer dat ik hier een paar honderd <laughs> euro moeten krijgen of zo. Nee, maar, nee. Dat, uh, maar dat is wel, wel, wel heel cool. Ik denk. Die, die identity, daar willen we sowieso, ja, denk ik, ja, straks weten. wel wat verder op ingaan. Maar ik denk dat het ook goed is om even te kijken: van wat, wat ja die Dutch Blockchain Coalition? Wat is dat nou precies? Want jij werkt er, andere partijen zijn aangesloten, zeg maar. Wat, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld, hoe groot is jouw team? Hoeveel mensen zitten er ja. echt werken er echt bij de DBC? Nou, is gewoon over geld. Het is allemaal openbaar. Hè? Dus we zijn helemaal geen geheimzinnige club. Uh, we halen geld bij van, uh, van bedrijven. Ja. Er zijn er ongeveer 20 betalen uh, de die betalende leden. En er zijn ook kennisinstellingen die, die dan gewoon zijn aangesloten. Doen allemaal in kind draagt iedereen bij. We hebben ongeveer 40 partners in die coalitie. Ja. En die 40 partners hebben allemaal beloofd dat ze een ongeveer een halve FTE in kind leveren in het werk wat we doen. Dus nou, dan heb je tien mensen... die gewoon inhoudelijk werk ja. doen. Die programmeren, die schrijven rapporten... die verzinnen dingen, die gaan naar Brussel... om zaken te doen, weet je wel. Dus, dan heb je een soort, een soort groep... uit de coalitie van de partners. En ja. daarnaast heb je een clubje... die gewoon dingen moet organiseren, een programmabureau. En dan gaat het over dingen als we doen events. Uh, uh, we gaan naar bepaalde plekken toe om ons te laten horen. Uh, nou ja, ik, ik moet ook nog eens een keer wat dingen vertellen, links en rechts. Hm. Uh, gewoon dingen organiseren. Zorgen dat, dat, dat het feest loopt. En dat zal, ik denk, nou, wat zal het zijn? Man of zes, zeven zijn, die, die, we, die daar actief mee is. Nou, best fors. Ja. Nee, ja, precies. Dat is ook wel een hoop werk, hè? Ja, nee, ongetwijfeld. Het is een hoop werk, maar wat ja. uh, uh, zijn dan echt de werkzaamheden van... Wat, uh, de vorige vraag ging trouwens helemaal niet om geld. Ik ben gewoon benieuwd van hoeveel mensen zijn er nou echt elke dag met die Dutch Blockchain Coalition bezig? Want ik zie wel elke keer dingen voorbij komen. En als je alleen maar een soort van samenwerkingsverband tussen bedrijven hebt, dan is dat meestal het eerste... Wat aan de kant geschoven wordt als het binnen het bedrijf echt druk wordt. En jullie hebben dus wel ja. een bepaalde kern die zich echt dag in dag uit daar echt gewoon ja, voor in kan zetten. Ja, maar dat is ook wel. Dat is wel een beetje. Het praatje over voor- en nadelen van zo'n coalitie. Kijk, zo'n voordeel is dat je elkaar heel makkelijk vindt. En dat het vrijblijvend is. En dat je met elkaar ook echt op dingen samenwerkt. Maar dat nadeel, wat je net noemt, dat is er ook echt. En dus je ziet wel als wij een project doen. Dan zie je daar meer verloop dan als je in een normale organisatie. Een ja. Normaal tussen Normale organisatie werkt. Ik heb gewoon nul uh, zeggenschap over die mensen. Weet je, als ze komen, komen ze niet komen. Ja, dan is het ja, gewoon nee, niet. Kun je echt per uh, Doei. Ja. ja, zo is het wel. Dus mensen, maar dat is ook wel weer de kracht. Want mensen komen uit een intrinsieke motivatie. Nou, ja. Daarnaast zijn er nog andere gelden. En daar kunnen we echt mensen mee aan het werk zetten. Gewoon dit is je opdracht en daar word je voor betaald... dus uh, lever dan ook alsjeblieft, zeg maar. Hè? Dat is een ja. beetje anders. Dus het is een beetje die combinatie van die twee dingen. Ja, maar het, redelijk recent uh, heb ik volgens mij voorbij zien komen... dat was, ik zie het nu ook voor op jullie website... de Cybersecurity Framework. Ja, ja. ja dat je is je dus nog uh, zeggen, was het te lezen. Ja, dat is dus, dus, een, een, een heel rapport en dat kun je ook gewoon helemaal ja. downloaden. Ja, het is allemaal precies. openbaar. Alles is openbaar, ja. Ja, Dus ik denk dat dat uh, ja, gewoon... ik zie allerlei figuren en hè, public ja. tegen private... allerlei voor- en nadelen ja. en security. Ja. Hoe komt zoiets dan tot stand? Waar, waar moet ik dan aan denken? En wat is jouw rol bij zoiets? Dat? Okay. Ja, en waarom tot stand ook. Exact. Ja. Ja, dus heel concreet, in deze situatie heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid gezegd van wij zien die blockchain zien we gebeuren. Belangrijk voor Nederland. Maar we willen wel graag dat er ook voor bedrijven dat het helder wordt. Hoe doe je dit nou op een goede manier, op een veilige manier? En ze hebben toen gewoon geld beschikbaar gemaakt om met uh, een aantal mensen na te denken over hoe zou dat dan moeten? Wat voor framework moet je nou hanteren om zo'n blockchain op een veilige manier te ontwerpen, als het ware, en te installeren. En dat is meer natuurlijk voor mid-size en uh, MKB. De hele grote die kunnen dat wel, maar meer voor bedrijven die daar niet van nature allerlei uh, departementen voor hebben om dat te doen. Dus vervolgens staan nou, we hebben dat geld gekregen en we hebben dat uitgezet van wie zou dit kunnen, wie toen uh, pitch voor uh, wie dit zou willen organiseren. En daar hebben we met een groepje, heeft dat toen bekeken... van nou, dit is het beste verhaal en die, uh, die krijgt de opdracht. Maar die vervul je dan binnen de coalitie... of dat is vanuit de coalitie een soort tender geweest waar je zegt... nou. Het dat is eigenlijk... binnen de coalitie getenderd. Ja, dus oh. we hebben dus die 40 partijen... en binnen de coalitie hebben we dat uiteindelijk getenderd. En we hebben, kijken natuurlijk wel van, is dan de kwaliteit voldoende? Want als je gewoon niet de kennis hebt, dan heb je een probleem. Maar in dit geval was het, uh, hadden we gewoon een heel goed strak verhaal van, van een club... die zei van, nou, wij gaan het op zo'n en zo'n manier doen... En er waren nog een paar andere. En dat hebben we toen nog erbij gedaan. We hebben kennis van een paar andere instellingen erbij genomen. En gezegd, nou, het zou heel goed zijn om er nog een juridisch aspect te doen. Dus Rijken kan je dat doen. En, nou, mijn clubje dan, TNO. Kun je je hebt nog wat security kennis. Dat hebben we er ook bij getrokken. Dus dan krijg je echt een, van verschillende organisaties ook nog een blik op hetzelfde onderwerp. En zo is toen uh, dat framework. Ze ja, begint dus echt met een, een specifieke ask of een specifieke vraag van iemand en dan vervolgens budget en dan tot een ja. product. Ja. En soms komt dat gewoon op hè, vanuit de coalitie zelf. Dus we hebben nu uh, vanmorgen op de agenda uh, een verhaal over digitale identiteiten, maar dan objecten. Ze dus we doen al vrij veel met, met mensen als, uh, als identiteit, maar we willen ook graag naar objecten. IoT, uh, denk aan huizen, denk aan zelfrijdende auto's die alle dingen gaan ja, doen. Ja, robots inderdaad, dat wordt wel een dingetje. Ja, precies. Nou ja, die, die moet uiteindelijk ook gaan ja. afrekenen, maar die moet je dan wel goed kunnen identificeren, zeg maar, dat, dat soort zaken. Uh, nou, er is er gewoon een, een plan voor geschreven door een groep die, die vindt dit gewoon belangrijk. En uh, nou, dan gaat het in, zo, dat noemen wij nou zo'n soort stuurgroepachtige omgeving. Van, vinden we dat met elkaar belangrijk? Zo ja, dan gaan we de uh, mensen zoeken, middelen zoeken en gaan we het met elkaar organiseren. Ja, want uh, in het voorbeeld dat je gaf, daar was de opdrachtgever of daar kwam de vraag eigenlijk vanuit het ministerie. Ja. Is dat nou vaak zo of waar komen de vragen... Vooral uh, vandaan. Want ik zie als ik op jullie website kijk, heb je inderdaad al die partners uit het bedrijfsleven, maar ja. ook gewoon een hele twee regels met alle ministeries volgens mij, ja, die er ook ja. aangehaakt zijn. Dus is het dan iets wat, wat vanuit de overheid komt, waarvan ze zeggen van hier willen we wat meer over weten, buig je daar eens over? Of zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven die dat andersom doen? Of? Nee, het, het is uitbegonnen met uh, een soort startactieplan. Hè? Dus we, gewoon geïdentificeerd van wat zijn nou de grote belangrijke dingen die we kunnen. Kunnen oppakken en dat waren digitale identiteiten, en dat was mensen opleiden. En het derde was een soort samenrapsel van dingen, waaronder standaarden en wetgeving ja. en dat soort zaken. Dus daar zijn we ooit mee begonnen en toen hebben we dat opgedeeld in gewoon concrete werkgroepen en gewoon gevraagd van wie wil hier aan werken vanuit die in-kind bijdrage, die halve FT per, per organisatie. En daar zijn allerlei dingen uitgekomen: smart contract report. We hebben sovereign onder de loep genomen, daarover geschreven. We hebben een, een research verhaal gedaan. We hebben een teacher-teacher. Gedaan. Dus daar kwamen allerlei concrete uh, dingen uit. En wat mij daaruit opviel, was dat we ooit begonnen zijn met het idee van dit zouden we allemaal moeten doen. Uh, daarvan is denk ik 70% is gebeurd, 30% niet en dat is prima. Er dus zat geen energie, dat is lekker afgestorven als een soort uh, evolutionaire uh, dinosaurus wat, niet, uh, wat niemand interessant vindt. Uh, maar daarnaast zijn er weer andere dingen gekomen, en dat zijn met name de use cases. Ja. Uh, dus die, uh, die pensioen uh, helpen, digitale identiteiten, logistiek. Uh, uh. Dat, dat soort dingen zijn erbij gekomen. Jullie, jullie hadden naar Sovereign gekeken. Ja, dat is een beetje een klein uitstapje. Maar ja. wat is daar uitgekomen uiteindelijk? Ja, op zich, wat we gedaan hebben daar was eerst... We zijn... Ik onderbreek je één seconde. Okay. Want Sovereign, dat is volgens mij een, een bedrijf... die zich daar helemaal op richt, op dat, op dat identiteit. Digitale identiteit ja. zou je kunnen zeggen. Dat ja, is, is gewoon een systeem, is een beter woord. Maar, uh, wat, voor ons was het heel belangrijk om te kijken naar digitale identiteiten... ...van om blockchain goed te laten functioneren... ...hebben we goede digitale identiteiten nodig. Dat ja. was, stond als een paal boven water. En we zagen ook dat er blockchain oplossingen waren die, die dat ook deden. Dus ergens kwam het een beetje bij elkaar. Maar uiteindelijk denken we ook van als het geen blockchain is, is het eigenlijk ook prima. Want ja. Er zijn ook andere systemen, Irma en andere leuke dingen die er bestaan... ...die, die kunnen misschien de, de trick ook wel doen en is het ook goed hè. Um, maar goed, we, we hebben dus eerst gekeken van wat is er allemaal... wat voldoet aan principes van wat wij belangrijk vinden... self-sovereign identity. Dus dat de mens staat centraal... en niet ergens een centrale database bij Google of Facebook. Um, um, ja, dus dat, dat hebben we gedaan. We hebben de veertig van die clubs bekeken... en uiteindelijk hebben we gezegd... met welke gaan we nou echt experimenteren? Want we hadden wel het gevoel van... ja, je kan die whitepapers al bekijken en die leuke websites... maar je moet, uiteindelijk moet je coderen, installeren, spelen met het spul... om echt het gevoel te krijgen van wat is het nou... En met Solving kwamen we er uiteindelijk uit toen het geïnstalleerd was en meegespeeld en wat vragen gesteld aan mensen van Evernim en zo. Kwamen we erachter van, ja, het is in de basis zit het gewoon goed in elkaar. Het is goed over nagedacht, met name de governance. Dat is gewoon echt strak. Um, maar als je kijkt waar ze staan, er zitten, het is nog wel een, een peuter-kleuterniveau. Dus het advies naar de club was uiteindelijk, en het is ook weer openbaar, van. Kijk, bekijk het goed. Maar ga er nog geen Enterprise Create uh, ding opbouwen. Want zover is het gewoon. Want ik vond het wel interessant, want ik, ik zag dat een keertje langskomen in die, uh, de website of whatever. Ik weet het niet meer waar. Ja, we hebben het toen over gehad, ik weet het ook nog. Misschien over, uh, ik denk dat gepubliceerd was dat dat de tweede keer geweest. Ik, ik, ik weet, weet het ook ja. niet precies. Maar ik weet wel dat ik op precies hetzelfde moment, zeg maar in de crypto-wandelgangen, uh, de, de seed-ronde van Sovereign langs zag komen. Dus die gingen geld ophalen. En best wel in die crypto space, zeg maar. Toen dacht ik van ja, weet je, als dat uiteindelijk iets is waar de overheid iets mee gaat doen. Ik vind dat dat vind ik het interessante en dat is misschien ook een goed, goed bruggetje naar het hele uh -huh. identiteitsverhaal is. Wij uh had -huh. uh, zegt, zegt net al, qua identiteit is er eigenlijk geen concurrentie, en dat komt omdat de overheid er een soort van monopolie op heeft, natuurlijk. Uh -huh. Ik bedoel, de, de overheid geeft je paspoort uit en de overheid uh, geeft je wat, wat zei je, VOG. Je rijbewijs, je, je ID's, alles komt bij de overheid vandaan, vergunningen, dat soort dingen. Dus ja, moet de overheid dan dat zelf gaan bouwen? Kunnen ze daar iemand voor in de hand nemen? Uh, oh, dat was mijn laptop, volgens mij. Zijn er ook al? Uh, we hebben natuurlijk DigiD, daar kan je tegenwoordig ook inloggen met je, uh, met je smartphone. Dat gaat ook een stuk sneller. Ik hoef nu mijn wachtwoord niet meer te onthouden en niet meer elke keer opnieuw in te stellen, omdat ik die altijd vergat. Dus ik zit een beetje te zoeken daarvan wat. Ja, wat hebben jullie daar uh, verzonnen uiteindelijk? Wat is er uitgekomen, uh, wat, wat misschien in de toekomst van waarde kan zijn? Nou ja, ik, ik moet even kijken naar gewoon. Ik moet even vanuit het systeem denken. De ja. DigiD vandaag de dag dat, dat, dat werkt, maar het, is wel, het heeft wel een eindige levenscyclus, zullen we maar zeggen. En het is nog wel heel erg van een centrale database. En misschien kan je met, uh, met federatief kan je een beetje dingen gaan, gaan doen. Maar het blijft een beetje dat die centrale databases die ja, eindeloos rondgepompt worden. En met heel veel houtjes en nog aan elkaar wordt geknoopt. Uh, wij zijn er niet voor om uiteindelijk het makkelijk te maken voor de overheid. Om dat nou te vervangen door iets anders. Maar de overheid heeft wel heel goed in de gaten dat gewoon het hele nadenken over, over je identiteit dat dat echt ook aan het veranderen is. En er zijn allerlei programma's daar ook. Regie op gegevens en het en burgercentraal wordt dan gezegd. En dat menen ze ook echt als je met ze praat. Dus dat ze zien gewoon dat dat anders moet. Het gaat om jou als persoon. Jij hebt een digitale kluis... of je hebt een, een beheer over je eigen identiteit... met allerlei aspecten. Want je zegt overheid, maar het gaat ook over je diploma's... En het gaat ja, ook over je banken. Hij, ja. Het gaat over allerlei aspecten. Het gaat over wat je allemaal nog geleerd hebt. Uh, dus het is niet alleen de overheid... Al die aspecten van jouw identiteit, die wil je uiteindelijk zelf kunnen beheren, zelf kunnen bewaren. En zelf via, via Zero Knowledge Proof kunnen uitgeven op het moment dat dat relevant is. Ben ik ouder dan 18 jaar op het moment dat je er gal en gal in gaat? Ja, dat ben ik. Maar dan alleen ik ben 18 jaar, niet je paspoort laten zien. Weet je wel? Dus we gaan op een hele andere manier gaan we identiteiten gaan we, uh, organiseren. Uh, en daar is de overheid een hele belangrijke speler, maar zeker niet de enige speler. En kijken jullie vanuit dat perspectief? Want we hebben het eigenlijk over de overheidspapieren, et cetera. Um, maar goed, hè, ik haalde aan die, die Brave browser. Eigenlijk doe ik dat ook om uh, gewoon meer bezig te zijn. Ook met mijn eigen identiteit online. Ja. ja. ja hebben we hebben het nu over de papierenstroom. Maar die online is misschien nog wel veel meer bepalend wie je echt bent tegenwoordig. Ja, ja. Ja, je had het over PewDiePie, iedereen streamt dat. Ja. Oh, je leeft online. Ja. En vooral de, de, de nieuwere generatie. Heb je ook dat aspect meegenomen? Nou ja, het is. Het is je je, uh, je meldt je aan digitaal vaak tegenwoordig. Uh, hoe doe je dat? Weet je wel? Uh, maar ook gewoon, in, um, ook gewoon in de analoge wereld van het reizen. Weet je wel, iets, iets uh, een, een hotelkamer, een, een, een auto, uh, je rijbewijs. Weet ik veel allerlei dingen. Het zit allemaal met je de scheidslijn vaak van digitaal en, en analoog in de echte wereld. En daar moeten we gewoon op een veel betere manier moeten we dat organiseren. En vanuit de gedachte dat jij gewoon de, de baas bent over je eigen digitale identiteit. En niet meer overal die, die database die maar staan. Of nog veel erger, een bedrijf als Google of Facebook. die al jouw identiteit maar opslorpt en daar gekke dingen mee gaat doen. Dat vinden, dat vinden we niet zo leuk. Nee. Ik zit ik zat een beetje te denken: waar kan ik het nu al een beetje mee. Vergelijken met iets wat er nu al is. En ik zit een beetje te denken. Als ik het zo hoor, doet het mij een beetje denken aan de password manager die ik gebruik. Ja. Dat is mijn plek, zeg maar, waar al mijn identiteiten. Nou, inderdaad, op dit moment nog heel houtje touwtje, want het zijn allemaal verschillende inlogcodes natuurlijk. Maar dat doet mijn password manager allemaal. Uiteindelijk, de, ik denk wel een beetje dat je het kan vergelijken op, op basis van het gebruiksgemak en de manier waarop je het gebruikt. Ik ga namelijk nu gewoon naar een website, mijn passwordmanager vult het in en ik word meteen ingelogd. Het voelt een beetje als, alsof dat één identiteit is, namelijk omdat ik nergens meer passwords hoef in te voeren en ik beheer ze ook allemaal op één plek, namelijk in die passwordmanager... niet ja. meer op al die verschillende ja. websites. Is dat een beetje dan uiteindelijk het, het, het toekomstbeeld dat je. Ja, maar dat, dat is. Kijk, dat is gewoon van hoe beheer je toegang. Maar je kan veel als je. Als je het organiseert, zoals ik net zei, zo'n self-sovereign identity... dan kan je heel veel processen die nu gekenmerkt worden... je moet een stapje daar maken en je moet informatie daar vandaan. Dat kan je dan veel gestroomlijnen doen. Neem bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie zover zijn... maar als je een huis koopt en een hypotheek aanvraagt, dat is een, dat is een nachtmerrie. Ja, het is een lang proces. Nou, een ja, nachtmerrie, maar het is een lang proces. Het is van heel veel plekken, is het informatie halen... en elke keer weer opnieuw een nou, document insturen. Hypotheekverstrekker geven. Ja, ja, geven. Ja, ja, en dan elke keer weer opnieuw doen... Ja, als je gewoon via zo'n self-sovereign identity, jij hebt gewoon het beheer over jouw identiteit. Dat betekent van, hoe oud ben je, wat is je salaris, uh, weet ik veel, wat heb je nog meer voor bezittingen, schulden. En dat kan je halen bij allerlei instanties. En dat allemaal digitaal. En jij bepaalt dan vervolgens als iemand anders vraagt van, ik heb informatie van jou nodig... Dan geef je aan, oké, okay, prima. Ik ga dat geven en dat gaat met attestaties van, van clubs die de vragende partij uh, vertrouwt. Maar dat klinkt alsnog een beetje als die password manager. Want ik ga die data wel ophalen alsnog bij mijn bank, bij mijn oh ja, werkgever. We, werkgever, ik bedoel, ik, ik neem niet aan dat ik zelf in ga tikken wat mijn salaris is. Je wil dat die data uit de bron komt ja. en ja. dat ik die wel, zeg maar, via mijn Self-Sovereign Identity gewoon direct eruit kan pakken. En dat het allemaal op één plek staat. Maar dat het wel constant geüpdate wordt. Dus ik morgen stop met werken. Dat mijn salaris dan aangepast wordt. En niet dat ik exact. dat zelf moet doen. Dus het klinkt nog steeds een beetje, zeg maar, dat je hebt, je hebt. Je hebt je hebt je. Waarschijnlijk iets van een private key of whatever. Wat echt van jou is. En daarmee kan je op al die plekken. kan je die data eruit ja. vissen. En dat staat dan op één centrale, centrale plek. Op het moment dat het nodig is. Of ja. Omdat jij het vraagt. Op het moment dat jij. En jij geeft akkoord voor het delen van informatie. Ja, niet nou, per verstrekken moet je inderdaad wel veel geven. Je salarisstroken, heel veel informatie om maar gewoon het risico voor die bank te verkleinen. Uh, terwijl misschien een signaal inderdaad was, is, is het salaris boven dit? En, ja. en, en, en inderdaad geverified is van dat klopt, ja. is eigenlijk al voldoende. Ja, maar het is en, dezelfde informatie dan die je krijgt. Alleen, alleen een signaal van het is er in orde in plaats van dat ik alles verstrek. Ja, nee, dat, dat ook nog is. Je hoeft al die... Je kan je salaristrookje namelijk niet afknippen, de stukken die je niet hoeft te geven. Perfect. Nee, en ik had ook ja. wel, want ik moest inderdaad je de laatste twee of zo, ik, goed, het is een tijdje geleden. En misschien heb ik daar op die salaristrook wel een, een zakelijk verschil moeten doen. Je geeft best wel veel in, in, inzicht erin ja. en het wordt gestoord. Nou, ik heb die systeem gezien. Ja, dat, die die hypotheekstrekkers die zijn ook nog met mainframe ja, bezig. Ja. Dus ja, je moet maar van uitgaan dat dat goed gaat. En dat gaat waarschijnlijk ook goed. En, en, en het, weet je, je hoort er niet eens over. Maar het, is nou, wel. het, zijn, wel, het zijn dure processen. Ja, Ze zijn ook. Weet je, het is, je kan er ook mee klooien. Het zijn vaak ook documenten. Hè, en die moeten dan gescand worden. Ja, ja, of, ja, ja, dat ja, is, ja. Het is niet zo ingewikkeld hè, om daar wat anders van te maken dan wat er stond. Dus als jouw salaris, weet ik veel, 80.000 euro is, kan je er zo een eentje voor zetten. Oh, goh, wat leuk, ik heb een... Zal ik proberen. Zal proberen bij haar. Oh, en, en dan gaat je, je hypotheek ineens de ja. Nou ja, dat soort dingen gebeuren ook. In en, het, en het is gewoon menswerk vooral. Kijk, dit neigt alweer een beetje naar, naar, naar fraude, zeg maar. Dat is de ene kant van waar, waar fouten door ontstaan. Ja. Um, maar ik denk dat het qua zillende is, heel vaak gewoon niet. Even. Maar het is gewoon mensenwerk. Als dus ik inderdaad wat uitprint en invul, en dat scan ik in. En dat heb ik met de hand ingevuld. En mijn, mijn handschrift is, is bagger. En jij moet dat dan aan de andere kant. Krijg je dat scannetje door via de post? Weet je wel. Nou, er is op het postkantoor nog een kop ja. koffie overgevallen. En ja. opeens staat er Bart Mal of Bert, uh, ja. Bert, Bert Mel of zo uh, als naam ingevoerd. En je maakt nog een tikfout en dan is het valt de air weg... en dan staat er Bart Mel. Ja. Weet je, dat, dat gebeurt volgens mij nog veel Vierk. meer, zeg maar. En dat zou je er uiteindelijk natuurlijk compleet uit kunnen halen. Het is wel grappig, ik heb, we hebben natuurlijk heel veel collega's hier... Uh, en dan moeten bij ons, bij de klanten altijd... accounts voor ons aangemaakt worden... zodat we in die klantsystemen ja. uh, kunnen. En... Daar is bij iemand een, een, een foutje gemaakt in de naam. En daar is uh, de E veranderd in de A. En dat is gewoon met. Dat, dat is met geen, met, met geen macht meer recht te trekken, weet je wel. Dat, daar <laughs> moet je langs zoveel mensen. En uiteindelijk is dat dan ergens wordt dat door een delivery center ergens in, in India dan afgehandeld. En dan moet je weer een collega hebben die daar. Toe, uh, uh, hoe noem je dat? Toestemming geeft om een naam te veranderen. Dus dat inderdaad, dat soort processen zou heel mooi zijn als dat natuurlijk gewoon. Ja. En nu zijn ze natuurlijk onnodig. Op In plek staan. Ze zijn onnodig, duur. ja En uiteindelijk, weet je, dan kan je denken van ja, het zijn vaak bedrijfsdingen, en dan gaan we het bedrijf rijker maken. Maar je ziet gewoon dat die inefficiënties, die worden uiteindelijk ook gewoon doorberekend. Hè? Gewoon in, in de kosten van alles wat we doen. Ja. Dus ja. ja. Uh, hebben ja, bijvoorbeeld ook logistiek hè? dat is ook zo leuk de, de natuurlijk blockchain is gewoon hele bekende de logistieke keten vereenvoudigen maar als je daar gewoon af en toe de verhalen over hoort echt de tranen schieten in je ogen is dus gewoon een stenen tijdperk het dikke Binders papier die bij een, bij een container worden toegevoegd alle documentjes en dingen en dat moet allemaal verwerkt worden en gecheckt en nou, ja. ja, dat hele trade ja. finance is ook hè, faxen ja. die nog binnenkomen. Ja. En dat wordt ja. dan gearchiveerd en dat moet in de kluis. Maar, maar, maar ja, dat is allemaal... allemaal af, uh, je hebt standaardregeling, maar het wijkt altijd net iets af. Het, en ja. dat moet allemaal weer... Uh, ja, het is, uh, maar uh, die use case, zeg maar, ook over trade finance... daar hebben we het volgens mij in een, een van de eerste podcasts al ja, ja, over gehad. Dus die zijn volgens mij ook heel duidelijk. En misschien is dan ook de vraag aan jou, zeg maar... die waren twee jaar terug ook... Duidelijk dat deze processen heel erg arbeidsintensief zijn, foutgevoelig zijn, veel te veel tijd kosten, daardoor veel te veel geld kosten en dat dat doorbrekend wordt aan de eindgebruiker. Mm -hmm. Maar is er nu al iets waarvan jij denkt: van nou, daar hebben we nou echt uh, met z'n allen aan, aan gewerkt en, en dat is productie ready of dat zit er aan te komen of daar kunnen we echt op doorwerken? Waar zit nu de echte potentie nou, in? in ik, jullie projecten? ik zie uh, Zeg maar, je ziet een beetje in golven. Um. En vaak in innovatie. Hè? Dus niet alleen voor blockchain. De eerste stap is vaak de start-ups. Weet je wel? Die, die zien iets en die bouwen wat. En die komen met iets op de markt. En dan neem Moji koffie of, of guts. Weet je ja. wel? Die, die jongens die hebben gewoon iets gebouwd. En is op de markt. En je kan koffie kopen van Moji. Ik kan kaartjes kopen van. Uh, wat is het? Joop van Tech, geloof ik. Ja onder, ja, onder die andere. De andere. Uh, die uh, hyperactieve. Die was er heel tevreden over. Ja, die ja, mij is. Uh, ja. Ja. ja, Dus nou, hartstikke goed. Dus dat zijn de eerste jongens. En die bouwen die dingen. En uh, dat gaat gewoon door. De, de tweede golf is dan zeg maar, de bedrijven die eraan komen. En dan heb je het over bijvoorbeeld Rabobank met WeTrade... en uh, ING, AB en andere, geloof ik, met Comgo. En, en dat, zit, dat zit meer in de fintech-wereld. Die hebben natuurlijk geld, die hebben belang daarbij... die maken een goede business case en daar zie je het ook... En dan komt de derde, dat is vaak overheid. Die gaat altijd toch net ietsjes trager, maar die komen nu ook. Hè. Dus bijvoorbeeld Gemeente Hengelo met een documentmanagementsysteem, systeem. Met timetamping en hashing van die documenten. Dat, ze, dat het echt unieke, uh, unieke dingen zijn. Ook gewoon. Hè, dus dat, de, je ziet gewoon gaandeweg zie je die applicaties allemaal gebouwd worden. En dan komt vervolgens komt de vierde golf. En die is eigenlijk het ingewikkeldst. En dat zijn die grootmaatschappelijke dingen. En dan heb je het over identiteiten. Dan heb je het over hele ingewikkelde logistieke ketens. Hè? Dan, dan, dan moet je heel veel partijen bij elkaar brengen. Maar dan is ook de maatschappelijke waarde van wat je dan brengt. Dat is ook heel groot. Dus hè? veel pain, veel gain, zeg maar. Ja, en soort, ja, ja. Dat is het laatste stadium. Ja, dat zijn de meest ingewikkelde dingen. En daar heb je die coalities en die, die eco maar, dingen. Maar daar zijn we dus in die stadium. Zijn we al In ja, welke jij? golf zitten we inderdaad? Ja. Nou, ik. Wij hebben nog niks geleverd en wij gaan... dat is trouwens ook een beetje lullig voor mij, voor mij bestaan... maar deze coalitie die werkt pre-competitief. Dus wij zijn... wat wij doen is wij laten zien dat iets werkt... of wij onderzoeken iets... en daarna moet de markt... moeten andere overheden moet het gaan bouwen. Want als wij zelf zouden gaan bouwen... dan komen wij in de war met staatssteun en allerlei andere vervelende dingen. Dus dat kun, mogen, we niet, mogen we gewoon niet doen. Dus wij komen tot een bepaald moment... dus er komt nooit een product van ons wat je kan kopen. Dat is ergens jammer, maar je ziet wel gewoon de. Uh, het is bijvoorbeeld de Hidden had we het over met APG. Mm -hmm. Die wil met ons werken om uiteindelijk zeg maar die pensioeninfrastructuur ook bij allerlei andere partijen te brengen. Zij ja. dus heeft nu een netwerkje in hij aanbouwt met verschillende een paar clubjes, maar uiteindelijk wil hij verder uitbreiden en daar uh, werkt hij via de coalitie. Ja, de kracht is natuurlijk in dat soort netwerken, het aantal aangesloten. Precies, het netwerkelement ja. wat je ja. kan creëren. Ja. Dus het is dan eigenlijk ook vooral via de coalitie al die partijen bij elkaar brengen. Ja. En misschien meehelpen aan een eerste aanzet. En dan vooral in de onderzoekende fase, en het ja. vastleggen daarvan. Ja. En uiteindelijk moet daar dus ja, een soort van als duwtje gegeven is, dan mogen die partijen zelf met ja. elkaar uh, ja. Ja. verder. Precies. En dat is dan ook echt, vanuit, vanuit jouw taak als coalitiemanager, is dat dan ook echt waar je op focus, juist dat bij elkaar brengen van deze partijen met ideeën? of ja, het is dat, dus je, je doet dat. Maar ik, ik, ook, ik wil ook gewoon wel echt dingen zien. Al is het dan niet een product waar ik ooit een euro van verdien, zeg maar, of, of de coalitie. Je wil wel gewoon resultaat. Dus we sturen wel heel erg op. Wat is nou de deliverable? Wat gaan we dan doen dan? Weet je wel, dat is heel vaak de vraag van wat gaan we doen dan. Maar is dat, dat is een hele moeilijke vraag, vaak met dit soort innovatie? Ja, wat, wat is de deliverable? Ja, ja die, die, dat eindproduct, maar al die tussenstappen. Ja. Lijkt me nog best wel. Maar ja, maar dat, dat is gewoon, ook wel met je ervaring, dat is gewoon roadmapping. Punt 1, waar, waar ben je van? Hè? Wie ben je? Wat is jouw rol in het leven? Wat wil je dan bereiken? Dan probeer, ga dat dan eens even definiëren in, in dingen die je dan bij wijze van spreken peet kan houden. En ga dat dan met elkaar organiseren. Dat is, dat is eigenlijk heel grofweg gezegd gewoon wat je doet. Visie, missie en dan concrete acties. Ja, en dan deel executie natuurlijk. Ja. Maar boek. dan is, is het wel bij ons, het moet ophouden op het moment dat er geld gevindd gaat, gaat worden. Dan. Ja. <laughs> ja, ik vind het wel grappig nog ja. heel even door die coalitiepartners heen te lopen. Hè. Er, uh, uh, ik zie ABN, ING, Rabobank of flinke uh, hap uit uh, de Nederlandse banksector. Ik bedoel, veel meer. Uh, ja. Ja, je mist er eentje dan, denk ik. met Volksbank. HAC. Ja, en ik zie, ik zie hier APG en nou, ik zie ons, ik zie Pwc ertussen staan. NN, Nationaal Nederland. Dus dat zijn ja. best wel grote clubs die daar, uh, die daar aanhaken. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, uh, dat is een beetje dezelfde vraag uh, als net. Misschien dan net iets anders gesteld. Is er uiteindelijk iets tussen die partners al uitgekomen, uh, echt, echt een beetje iets tastbaars? Of <laughs> nee, maar ik, ik zag bijvoorbeeld, ja. uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Rabobank, moet jij even helpen wij, want je weet uh, wie. We ja, we trade? We Frans trade. Het ja. Ja, en dat ja, is echt maar... dat Trade Finance platform. Ja, idee. ja. ja nee, maar wij staan niet aan de basis van Retrade. Zo, dat kan nee. ik gewoon niet claimen. Nee, maar dat, ho dat, dat hoeft ook niet, maar ik weet wel dat er, uh, wij waren toen een keer bij werd, de presentatie over Retrade uh, uh, gegeven, wel op, uh, op die. Van, van ook iemand van Rabobank was dat hoor. Nee, maar ik ben een beetje op zoek van. Uh, ik, ik, ik heb uh, bijvoorbeeld jullie um, uh, dat uh, die hele dat tekst. Nee, 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 dat is niet dat visiedocument. Dat was redelijk recent. Dat Risk, oh, die security ja, security. Ja. Die heb ik helemaal doorgenomen. Ik bedoel, dat is ook gewoon een product. Dat was voor mij ja. 65 pagina's control framework. Ja. Um, dat is best wel iets waar de markt, ik bedoel daar zijn wij ook mee bezig, de markt is daar best wel naar op zoek. Uh, en dat is ja. allemaal nog niet zo makkelijk, want het is een compleet nieuwe manier van denken en van doen. Ja. Dus ik was benieuwd of er nog andere... Uh, nee, maar het uh, zijn dat soort dingen, dus bijvoorbeeld ook het smart contract uh, verhaal, dat, dat is ook met, met partijen van binnen en buiten coalitie gemaakt. Dus dat, dan ben je aan het duiden, dan ben je ja. aan het helpen, dan ben je aan het faciliteren. En de andere tak, dat zijn de use cases, hè? dus dat is helpen om zo'n logistieke keten uh, te laten samenwerken, een club rondom de pensioenen en dat soort type werk, die digitale identiteiten. Ja. Um, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon wat we doen. Ja, het is, ik kan niet zeggen van, uh, weet je, we hebben dit gemaakt. Of nee, zo. nee, 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 dat, 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 dat snap ik. Maar ik zie hier... Ik... Het trieste leven van een uh, nou, helemaal niet. Op die met... zijn inderdaad zes use cases, heb ik van jullie ja. website afgehaald. Ja. En je, eigenlijk hebben we het volgens mij allemaal al behandeld, behalve ja. dan compliance by design. En ja. Dus heel kort, uh, dit gaat over de self-sovereign identity, logistiek, uh, instellingenpapieren dus nou, ja. overheidspapieren. Pensioen. Uh, pensioenen. Uh, hypotheken en dan compliance bij design. Oh. Maar is er dan eentje van die zes die jij zegt, nou ja, die grijpt mij het meest? Of, of, is dat, of zeg je, ja, alle zes vanuit de projectmanagement of coalitiemanager, heb je een personal favorite? Hmm. Wat, wat nou, ik, weet, ik weet wel weet wel welke het belangrijkste is, denk ik. De meeste impact gaat hebben de self sovereign identity. Ja. Omdat dat gewoon, dat is eigenlijk een fundamentele laag, zeg maar geen use Het is gewoon echt hoe organiseer je, je digitale identiteiten. En dat is ook een, uh, dat is een echt een enorme kluif, natuurlijk. Hè? dus, dat is, dat is de, de meest indrukwekkende. Ik vind het wel vaak, ik heb een beetje wat jij, wat jij ook vraagt eigenlijk. Die behoefte heb ik gewoon ook van dat dingen concreet worden. Dus, ik heb persoonlijk wel het meest met dingen die ik uiteindelijk kan zien en die ik kan meemaken. Maar dat is meer een persoonlijk, ja. uh, persoonlijk dingetje. Nee, ja. maar ik, ik voel het natuurlijk ook omdat ik, ik ga door die lijst heen. En nou ja, weet je, uh, ik weet dat. ABN kwam een tijdje terug, uh, natuurlijk, in het nieuws met dat hele Wally-verhaal van ze. Uh, APG, we hebben hidden gehad. Weet je, IBM, die zijn natuurlijk uh, met hun eigen platform en al Hype die projecten met Hyperledger yeah. en al die project bezig. Mm -hmm. um, ik zie uh, Port, Port, Port of Rotterdam ertussen staan. Haven Rotterdam, die zijn ook met van alles en nog bezig. Yeah. Weet je, dus ik zie, ik zie Rabobank met een, met een re-trade uh, ertussen staan. Dus dat zijn. Allemaal partijen waarvan je ook gewoon dingen hoort. Dus daarom daar komt mijn vraag ook een beetje vandaan. En niet om daar vanuit de, 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 de coalitie credit voor te nemen. Maar ik was benieuwd of dat allemaal een beetje gelinkt aan elkaar. Was. Dus, um... nou, het grappige is, zij zijn allemaal, ze hebben natuurlijk allemaal eigen teams die zijn ja. bezig met blockchain. Die bouwen gewoon dingen, die doen dingen. Die zitten vaak ook weer in andere netwerken. Ja. ja dus uh, Haartij Rotterdam, die heeft ook weer andere dwarsverbanden met andere partijen. Maar er is ook gewoon een nationale component aan samenwerken. En dan komen ze bij ons terug. Ja. Nou, de vorige keer dat ik erbij was, zat het uh, behoorlijk vol, toch? Ja, en ik eigenlijk, ik ben ook, heb ondertussen, ik hoor je inderdaad opzeggen. En ik denk uh, best wel veel grote spelers, niet universiteiten. Maar het lijkt of ik, ik mis één partij. En dat zijn toch wel de meer de toezichthoudende kant. Ja. En op jullie website lees ik er ook over hè, dat je going forward ook uh, regulering, toezichthouders, hè, dat je uh, rol gaat veranderen en er moet bepaald duidelijkheid komen. Um, ja, gaan die nog een rol hebben in de coalitie of zou je dat heel graag willen? Of? Nou, niet per Kijk, een toezichthouder moet altijd voorzichtig zijn, want die, die moet totaal neutraal afstand uh, nemen. Kijk, we, we praten natuurlijk met toezichthouders uh, of, de, of de goede dingen gebeuren. Maar je kan ze niet. Het is lastig voor hun om een heel direct mee te nemen in het bouwen van dingen. Een ja. toezichthouder is toch vaak een partij die zegt van nou. Laat maar zien wat je doet. En ze willen best meedenken. Het zijn helemaal geen kwaaie pieren. Maar vanuit hun rol moeten ze natuurlijk wel een zekere afstand houden tot het echt innoveren en het samenwerken op nieuwe dingen. Het zit gewoon in de aard van, van wie ze zijn, wat ze doen. Nou, van die neutraliteit snap ik het. Maar ik denk dat het. Net... Je kan er ook bij zitten zonder presentatie. Nee, maar dat gebeurt, dat gebeurt ook. Okay. En dat gebeurt. Gewoon, ja, ook, gewoon ook interesse. Die mensen moeten natuurlijk ook gevoed worden door wat er ja, gebeurt. Ja, exact, ja. Ik denk dat daar en, de, vragen uh, in de, dat precies, de vraag ook kunnen. En dat is precies, hè? Dus ja. ja, je kunt natuurlijk uh, afzijdig houden of toezicht houden. En je laat de verrassen eigenlijk een, een, een gap hebben in wat er gebeurt. Ja. Of je bent betrokken in een niet-formele manier. Ja. Maar je bent inderdaad in gesprek. Je, je, je luistert, je kijkt. Ja, um, ja je, je zult daar wel wat mee moeten. Ja. En ik. ik ik zou het heel van persoonlijk zou ik het juist heel verstandig vinden. Ik had heel graag bij supportpartners, juist een AFM en ik, of een DNB. Ik snap dat dat niet kan. Hè? Maar ja, ik weet niet, dat geven we toch. Ja, ah, maar wel dat is wel. Kijk, AFM die is wel actief bij ons betrokken. Ja. Want die, die, en die doen ook met sandboxing en zo, die, oh, die natuurlijk. Ja. die willen ook echt gewoon. Uh, actief betrokken zijn. Die ook met hè, Rutger van Zuidam heeft hij. Ik weet niet of hij hier wel eens geweest. Maar... Nou, daar hebben we wel contact mee gehad. Uh, die uh, zijn hackathon uh, begint uh, vandaag ja, trouwens. Ja, ja, dat ja, is wel ja. leuk. Oh, is ja. Ja. Nu? Even, ja, 11 tot 14 uit mijn hoofd. Ja. Maar hij had zo'n, een van die events. Die ging dan volgens mij over de, de juridische kant. Hè. Dus in de aanloop naar dat event. dan heeft hij op een aantal thema's georganiseerd. die uh, ja. oploopjes, hoe moet je het noemen? Ook grote. Um, en er was ook eentje bij de AFM. Ja, dus de AVM was dan zeg maar sponsor van dat specifieke event. Dus zij, gaan, zij zijn daar best ja, heel heel bij. ja, Veel meer betrokken dan blijkbaar ja. inderdaad dat je op het eerste oog zou denken. Ja, zeker, zeker, En je kan ze ook, je kan ze ook bellen, zeggen ja, ze altijd hè, van, weet je, klopt het? En ze willen ook meedenken tot op zekere hoogte. Van trouwens uh, ja. nog één, één kleine anekdote over. Ik vond leuk altijd van. Wordt altijd een beetje moeilijk gedaan, de AVM ingewikkeld, dingetjes. En ik ook met iemand gesproken van de AVM, van wat zijn nou eigenlijk de basisprincipes van wanneer jullie iets goed of afkeuren. En hij zei van, eigenlijk in de aard is het heel simpel, zou je het verkopen aan je eigen moeder. Dat is eigenlijk van, van de, de, de basisredeneertrand van, van kan iets of kan iets niet. Ik weet niet of ik mijn moeder momenteel blockchain kan verkopen. <laughs> nee, maar ik snap, dus ik snap totaal, wat je zegt. Dus Zeker met die ICO's natuurlijk heb je ook Ik vind het ook heel erg grappig, want... met, met zo'n redenatie heb je ook eigenlijk daar... Er zijn ook heel veel mensen die met alle liefde uh, moeder zelf verkopen voor wat geld. Ja, nee, maar toch. Dus ja. dat ja. is wel. Nee, maar dat is wel. Um, <laughs> ik, snap, ik snap het idee, natuurlijk wel. Weet je. Uh, het, het idee is natuurlijk van. Joh. Als je een beetje met je boerenverstand nadenkt. Ja. Eh, slaat het ergens op. Maar de mens heeft natuurlijk gewoon impliciet in zichzelf zitten. dat er heel veel mensen zijn die dat wel zouden doen voor persoonlijk gewin. Dat is precies. Ja, maar dan, waar, maar je, maar dan, krijg, dan kom je dus in de problemen, zeg maar. Ja, als, je, als, je, als je geen moraal hebt, dan, dan ja. leidt dat waarschijnlijk tot... Ik bedoel, daar uh, is onze hele, de hele kapitalistische samenleving een beetje op gebouwd. Heel veel vrijheid, ja, daardoor ook ongelijkheid. We zijn allemaal wel, wel, wel gelijk, maar ik bedoel... Niemand zou in Nederland zomaar zijn rijkdom opgeven om... om te met dat hoeft niet, nee, maar je mag, je mag zo stinkend rijk worden als je zelf wil. Als je het maar op een manier doet dat je... Dat je de boel gewoon niet belazert. Ja, dus zo het simpel ethische, is het. Hè, het ethische aspect. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat, ja dat, dat is misschien weer. Nu gaan we ook ja, de filosofische podcasten. Nou, ja, ik. ik Ik schrijf hem erbij. Nee, maar ik ja. denk dat je uiteindelijk. Uh, vrijheid en, uh, en gelijkheid bijt elkaar. Gewoon een beetje. Ik bedoel, je hebt het kapitalisme, uh, kapitalistische systeem. heel veel vrijheid hebt. En nou, daardoor krijg je ook ongelijkheid. Zeker qua rijkdom. En aan de andere kant heb je het communistisch, uh, communistische sy, uh, systeem. waar je. Geen vrijheid heb, maar wel zogenaamd hè, gelijkheid. Iedereen heeft hetzelfde inkomen en dat soort dingen. Maar goed, dat ja, weet je, je groeit ermee op. En ik denk ook niet dat er zomaar een beter systeem is. Maar um, ik weet ook niet hoe je hier terechtkomen eigenlijk. Ja, ik laat je gaan. Ja, ga door. Ja, <laughs> ik ja, laat je ja, gaan. Maar nee, nee. je bent nu echt we, wel, we luisteren we allemaal. Ja, dus, <laughs> <laughs> nee, nee. maar ik, uh, ja, ik weet niet. Het is, um, het is altijd een beetje een, uh, een lastig verhaal. Maar ja, ik denk er wel over na hoor. Ik bedoel, je komt er komt toch ook steeds meer. Um, Zeker met die dingen waar we het net over hadden, met dat data en je privacy. En, en het is een soort, ik voel soms een beetje alsof je in een soort enorme zuigkolk, of hoe noem je zo'n ding, zo'n uh, draaikolk zit. Ja. Met, en, en daar is dit een onderdeel van het al, altijd maar uh, consumeren, zeg maar, wat voortkomt uit het hele kapitalisme. En daar nog meer data weggeven aan die, aan die grote bedrijven om nog meer terug te krijgen, nog vaker connected te zijn. Dat is. Uh, ja. Het hoort allemaal een beetje bij elkaar, maar ja, misschien uh, dat, dat de blockchain erbij kan helpen. Ik, denk het Ik vind het wel grappig dat we al dit soort topics blijven aankaarten week in week uit. Uh, vanuit een bepaald technologie, hè? dus distributie van data. En, en op dit soort dingen komt er allemaal bij, en jij noemt dat ook al met het samenwerken, het, het, me, het identity erbij, en dat heeft ook weer heel veel impact op dingen. Het is een technologie met potentieel, natuurlijk. Heel veel uh, ja, 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 use cases, ja. en daardoor komen we er ook elke keer op. En daarom kunnen we met al die podcasts, meedoen ja. omdat, <laughs> omdat we even het communisme en het kapitalisme hebben. Ja, en ja. en volgende week gaan we denk ik over uitgestorven <laughs> <van> die <Suis>, hebben, <laughs> nee, maar de technologie is natuurlijk inderdaad. dat was altijd gewoon. ...technologie En dat was niet, maar we zitten nu echt op een punt dat je op een gegeven moment, ja, dan hebben we robot, robotisering is best wel een hot topic, AI ja. is best wel een hot topic en ja, daar zijn we nog niet. Uh, dat, dat is wel, maar we staan weer, ik heb een beetje het gevoel dat we aan de vooravond staan van, uh, van, van zoiets. En dan, ja, weet je, dan, dan ga je, dan, dan wordt het opeens, zeker met het hele AI gebeuren, wordt het opeens echt ge, gekoppeld aan, 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 aan het echte leven. Ik bedoel, als jij een kopie van jezelf maakt op je computer van je hersenen, weet ik veel, als dat kan over een jaar of twintig. En je verwijdert dat dan. Is het dan moord? Weet je wel, waar, waar, uh, wat, wie is de echte jij nog? Dat soort dingen, dat ga je wel krijgen. En dat is wel, um, je, nee, maar dat zijn wel hele interessante. En je ziet het ja. nu al komen natuurlijk, weet je. Als jouw Tesla op, um, die dingen kan je toch naar je toe laten rijden. Ja, ja. Met je telefoon, Coming door op ja, ja dat soort dingen. Rijdt een kind dood op, uh, op de weg naar jou toe. Je is Tesla's fout, jouw fout, weet je, dat zijn allemaal dingen. Dat is compleet nieuw natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Heel interessant, maar zo nu en dan ja. een beetje, uh, ja, hoe noem je dat Angstaanjagend ergens wel. Maar goed, uh, we gaan het toch niet tegenhouden, want dat. Uh we denderen gewoon door met z'n allen. Nou ja, dan moet je die film. Uh, ja, dan gaat nu draaien. Nu gaan we ook de filmwoords uh, in. Uh, <laughs> Her. H -E -R. Ja, precies. Uh, en, ja, ja. en dat gaat een beetje in dat aspect. waarin dat een man verliefd wordt op zijn operating system. Dat klinkt heel vaag. Maar het is echt. Uh, dat gaat een beetje op dit aspect in. Van, ja, maar dat is inderdaad weer zo'n aspect eraan. Inderdaad. Weet je, waarvoor zou je nog vrienden nemen. als je iemand hebt die altijd lacht om jouw grappen. en precies de grappen maakt die jij leuk vindt. Weet je wel. Dat is uh, ja. Wordt een beetje saai toch? Nou ja, ja, dat weet ik dus niet. Als dat altijd perfect is, zeg maar, precies wat ik wil horen, dan. Uh, ja, ik, ik ik thuis een soort lachband heb staan. Ja. Nee, maar ik, ja, ik, ik zie het wel gebeuren. Ja, dus, uh, ja. 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 Nee, maar wat je, wat je in ieder geval. Nou ja, goed, dat is al honderdduizend keer gezegd. Maar dat democratiseren van blockchain, dat heeft wel echt iets fundamenteels veranderd. En gewoon ook in de hele, hele fabriek van. van hoe wij denken ook en, en de, de maatschappij, hoe we dat inrichten. Dat, dat, dat is wat het mooi maakt. Ja. Dus die diepere laag die zit er gewoon in. En, uh, ja. en dat, dat maakt mensen ook enthousiast, denk ik. Meer dan, andere, we hebben leuk, een leuke uh, nieuwe airconditioning uitgevonden. Of uh, uh, nieuw kleurtje geel of zo. Ja. Het, is, het gaat echt over hoe mensen met elkaar samenleven. Dat is wel echt... Ja, het interact. Ja. 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 ja, ik denk dat het de manier is om inderdaad uh, dingen decentraal vast te leggen. Besluiten vooral, dat uh, transacties. Dus, um, ja, nou, dat lijkt me. Ik zat al te denken, hoe kunnen we hier nog een einde aan breien, zeg maar naar deze uit, zeg Maar dat heb je, jij voor, heel mooi voor me gedaan. Dus uh, bedankt uh, daarvoor. Ik wil je ja. sowieso bedanken voor je komst. Leuk dat je ja. er was. Ik vond het, ik ben weer wat opgestoken. Ik weet weer wat van, nu van de Dutch Blockchain Coalition. Dus dat, uh, dat is top. Um, je kan voor al die use cases en al die dingen, kun je dus, nou, zoals Frans al zei, gewoon op de website kijken. En dat is Dutchblockchaincoalition.org. Um, en daar zijn al die rapporten en, en, en ja, dingen, alles is alles is daar, alles is daar ja, te ja. vinden. En wat ik al zeg, ik heb, ik heb zelf het rapport uh, over die uh, risico's doorgenomen uh, Risk Framework. Dus als je een beetje in die hoek zit, is dat hartstikke interessant om, uh, om eens door te nemen. Een beetje in de audit uh, hoek zit je dan, de security hoek, misschien een uh, verdwaalde developer die daarin geïnteresseerd is. Uh, en 26 juni is er dus een presentatie van de use cases. Ja, even een dag bij de Rabobank, in Utrecht zijn we naar nou te gast. En dan gaan we gewoon uitleggen wat we met die use cases doen. Dus dat wordt gewoon een hele okay. leuke, vrolijke, gezellige dag. En die dag. info komt op de website dan? Die info komt op de website, dan. ja. Okay. Dus uh, www.dutchblockchaincoalition.org um, Vind je deze podcast leuk? Uh, join onze Telegram groep. We zitten alweer op 350 volgens mij. Ja, dat gaan we gaan dus Hebben uh, uh, geen pizza's aardig. meer in het vooruitzicht of wel? Of heb ik dat gemist? Uh, onze pizza uh, de volger, hap. die heb ik al sowieso een tijdje niet in de Telegram gezien. Dus hey. ik zal wel eens even vragen hoe of wat. Um, dus nou ja, join us, Telegram mocht je dat leuk vinden. Uh, Twitter ook 200, 300. We zaten weer op een rondgetal, volgens mij 300. Ze dus dat gaat ook goed, ook hartstikke leuk. Uh, kan je allemaal volgen en uh, subscriben en whatever? Dat staat op de website www.stosiradio.nl. Waar je ons dus ook kan steunen via Patreon, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, pizza's. pizza's, whatever. Stuur het maar op en dan. Uh <laughs> ja, dat ja. weten we, het Komt wel, op. we het wel, op, in <laughs> ieder geval. Um, en iedereen die dat gedaan heeft, ze hebben natuurlijk een aantal Patreons en, uh, of uh, Patrons of whatever. En uh, iemand heeft Ethereum gestuurd, tipping, uh, donaties hebben ontvangen. Dus iedereen die dat gedaan heeft, super uh, bedankt daarvoor. Dat waarderen we. Dan kunnen we de hosting weer een paar maanden betalen. Uh, nou, Wijnand, jij ook. Leuk dat je er was. We zien elkaar volgende week weer. Ja, volgende week gewoon weer door, hè? Ja, en wat hebben we staan volgende week? Nou, die laat niet. Dat even kijken. Ja, nou, dat, uh, dat gaat ook leuk worden. Dan gaan we het meer over de data ja. gathering hebben. Ja, cryptocurrency data gathering. Dus dat gaat echt uh, leuk worden. Dus thanks en jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Adios.